Heer, wij bidden u, stort uw zegen uit over deze vergadering. Wil onze geest verlichten, onze beraadslagingen geleiden, opdat we geen ogenblik mogen tekorten aan onze plicht en in staat mogen zijn de belangen van onze gemeente met alle kracht te bevorderen. We dragen onze arbeid op tot meerdere eer en tot welzijn van onze gemeente. Open de vergadering, allen bijzonder hartelijk welkom. Even het presentieboek hebben we. Twee, dat is de heer Lenders. Goed, ik stel aan de orde. Agenda punt 2, vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 1 december. Jongstleden. Geen woorden, dat punt van orde als dat mag. Gaat u gang. Agenda punt 8, 11 en 12 zouden nagezonde punten zijn. Ik heb van 1 niet verslechting nog wel iets gevonden, dan andere 2 nog niet. Betekent dat dat afgevoerd worden van de agenda? Zal ik u zo aangeven, in ieder geval. Punt 8 wordt afgevoerd, punt 11 wordt afgevoerd, punt 12, dat is eigenlijk een notitie die u te kennis nemen zal worden aangegeven, die staat als agendapunt aangegeven, maar de strekking van dat punt is dat u kennis neemt van de notitie die in het, de komende maand, de komende periode onderwerp van vanavond gesprek zal zijn. De betekenis van dat punt is dat u daar kennis van kunt nemen en dat u daar ook als zodanig aan de raad wordt aangeboden, dat we vervolgens in de nabije toekomst onderwerp van discussie gaan. En een aanpassing ten aanzien van punt 15 van de belastingverordening. Dan zal de wethouder bij dat punt en na de behandeling van de begroting met u. Even inhoudelijk nog even kregen tot de besluitenlijst. Eerste blad, blad 2. Over de hechtenis of straks bij de mededeling even vervangen. Ons akkoord. Dan is het verslag conform vastgesteld. Ingekomen stukken. Iemand naar aanleiding daarvan. Agenda punt 4, de mededelingen. Nou, misschien is het toch goed, ik weet niet of u zelf al behoefte heeft om dat straks met het kader van de beschouwing, in het kader van de coding zo te zeggen, maar zoals u uit de pers heeft kunnen benemen, is het initiatief wat SMH en later Helder hebben genomen tot samenvoeging te komen, is door de Kamer gehonoreerd. Het heeft nogal wat, ook inhoudelijk toch al wat discussie geleid. Misschien kunnen we daar straks een ander middel even over kijken, maar ik denk dat een aantal elementen doorslag hebben gegeven. Onomstotelijk staat vast dat het tijdig inzetten van het traject uitermate belangrijk is geweest voor de uiteindelijke besluitvorming. In die zin, dat de procedure, nadrukkelijk procedureel, en daar in die opvatting wordt ook sterk door de reactie van de staatssecretaris met betrekking tot de gemeente Bernichten. Ik probeer dat even mijn opvatting daarover te geven. Waar in het geval dat in het besluitvormingsproces ten aanzien van SH en Helvoort op enig moment in het hele proces van de afgelopen 7 jaar gezegd was van ofwel een gedeputeerde staatsbesluit, ofwel een provinciaal besluit, of hoe dan ook, in het voorontwerp, de voorlopig ontwerp en definitieve besluit, en dat is nog een ander, dan zou daar impliciet ook de gemeente Essen weerwoord hebben kunnen geven of andere situaties ten aanzien van de herindelingsoperatie, samenvoeging met andere gemeenten. De kracht zit hem in het feit dat in al die formele stadia van besluitvorming Essen en Helvoort steeds aan de orde is geweest. Bijvoorbeeld Berlicum is het Noord-Oost gezegd.
Gemeentecentrum blijft niet zelfstandig. Daarmee komt er een inhoudelijke discussie op gang over de voor's en tegen's daarvan en hoe dat dan zou moeten. Rosmalen hetzelfde, is in eerste aanleg ook gevoegd geweest in een bepaalde fase aan de stad Den Bosch. Daar is iedereen in de gelegenheid geweest voor en tegen's over uit te spreken. Daar waar dat het geval is, vond de staatssecretaris het ook om wettechnische redenen en procedurele redenen verantwoord en verdedigbaar om een nota van wijziging in te dienen, ten aanzien van SHL wordt niet. Omdat daarmee een strijdigheid zou gaan ontstaan met betrekking tot de procedure. Dat zou ertoe hebben kunnen leiden dat de Eerste Kamer, die dus natuurlijk meer procedureel toets zou hebben gezegd, dit kan niet, dit is een strijd met de wet ARI. En daarmee zou het hele wetsvoorstel dan ook te zien zijn. Nou, zo zou dat niet komen. Dat is wat meer van procedureel aard. Overigens ook zegt de staatssecretaris dan tot twee keer toe in het begin van het betoog dat er ook versterking moet zijn van plattelandsgemeenten. Nou, dat het in de ene kant, ten aanzien van Sint-Michielschriftsoek-Berkum, dat nu wel het geval is, meer dan voldoende, op hele grote gemeenten worden of gaat worden. En ten aanzien van dit gebied, wat qua oppervlakte toch 7500 hectare is, het aantal inwoners wat kleiner is, dan moeten we ook niet zelf de discussie gaan voeren van, ja, we hebben ons altijd namelijk verzet tegen het getalscriterium, dat je hier nou gaat zeggen, ja, het is maar 12.000 inwoners, dus dat is dan ook, dus je moet dat kijken in zijn totale context, en dat doet de staatssecretaris ook, in die zin, dit als een overweging, het voordeel van de twijfel, zo wordt het ook wel, dacht ik, geciteerd in, als ik het dan maar citeer. Ja, en dan toch ook weer, ja, wel wat gevoelens met betrekking, ja, de samenhang enzovoort. Nou, daar hoeven we verder niet meer met van elkaar op de dag te wisselen. We vinden dat het heel nadrukkelijk het geval is. Hebben we dat nog steeds verdedigd. We zijn erin gesterkt. En ik denk dat dat ook toe heeft geleid dat het zo. Ik denk dat het ook goed is erbij te zeggen, ons goed te realiseren waar we 7 jaar geleden, daar praten we over, mee begonnen zijn. En van het toen heersende beeld en uitgangspunten met betrekking tot de gemeentelijke herinnering. Als je kijkt wat er toen wij die discussie voeren hier met elkaar, die stappen daartoe hebben gezet, en je ook een beeld vormt van hoe gaat het er dan uitzien, dat dat wel de uiteindelijke uitkomst niet voor ons, maar in onze omgeving, een volstrekt andere is dan toen de tijd in redelijke wijze mocht worden verondersteld. Laat het even bij die constatering. We moeten ons dat wel heel goed realiseren wat je positie is in die regio. En ik denk dat je daar ook in moet sterken. Maar het is dus een andere, je hebt een andere plek dan toen de tijd werd verondersteld. Om hem toch wat te accentueren. Dat geldt bijvoorbeeld ook ten aanzien van de gemeente Vught. De staatssecretaris ook gezegd, als ik het zou hebben, hè, als het aan mij zou hebben gelegen, dan zou de gemeente Vught bij de gemeente Den Bosch zijn gevoegd. Is niet gebeurd, om dezelfde reden als SHL tot stand is gekomen. Maar de positie van Vught is ook een totale andere nu, ten opzichte van de grootte van andere gemeenten, dan je een aantal jaren in redelijke wijze mocht veronderstellen. Om maar een voorbeeld te noemen. Ik denk dat, dat we met z'n drieën al de goede weg zijn. De contacten, de verstandhouding, zeker op bestuurlijk niveau, zijn meer dan voortreffelijk. We hebben nog een stevige weg te gaan, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat het lukt. Vooral op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Ik heb uit het persbericht begrepen dat ook de lokale partijen een aantal althans inmiddels gezamenlijke schouders onder hebben gezet. Ik denk dat het ook vanuit het totale perspectief van de nieuwe gemeente een enorme stap vooruit is om die gemeenschappelijke belangen van die nieuwe gemeente te dienen. En in die zin ben je ook, en dat is wat mij betreft in de richting van de betrokken fracties, voor het grootste belang voor de toekomst van de totale gemeente en van de Essenbevolking in het bijzonder. En ik mag wat dat betreft u die daarbij betrokken bent geweest van harte mee complimenteren. Want dat is ook een traject, zou een hele moeizame zijn geworden wanneer u daar nu mee van start zou moeten gaan. En ik denk dat het bewijs is dat die samenbundeling van die drie kernen niet alleen een wat functionele en technocratische benadering is, maar ook inhoudelijk en in sociaal-maatschappelijk opzicht al aardige bodem onder de voeten begint te krijgen. Ik hoop met u allen dat komende drie kwart jaar, want dan hebben we dus in november volgend jaar zullen we gemeenteraadsverkiezingen hebben. Dat jaar, daar tot op dat moment daar toch
een hele prettige en plezierige wijze tot samenwoning zouden kunnen komen. Goed, dat erover. Als u straks nog aan en ziet een opmerking, dan zou ik zeggen, dan heeft u de gelegenheid bij uw beschouwing en daar termijn nog mee. Goed, dat was punt 4 van de mededelingen. Agenda punt 5. Het voorstel tot vaststelling van het sociaal statuut, om maar even bij het onderwerp te blijven, met betrekking tot de herindeling van SHR Helvoort en de gemeenschap gegeven van de technische dienst. Wie mag ik daarop het woord geven? Helene's in Brugge. Kijk maar. Helene's. Meneer de voorzitter, het sociaal statuut, dat is een statuut wat moeizaam tot stand is gekomen. Persoonlijk ben ik niet heel gelukkig met de uiteindelijke inhoud van artikel 16. Met name de onzekerheid van het bestaansrecht van de FUT. In de toekomst kan de gemeente voor financieel zware lasten zetten. Ik hoop niet dat het zover komt, maar niettemin is dit het enige haalbare compromis en wij willen daarom toch instemmen met dit voorstel. En we denken dat het ook weer een nieuwe stap is naar de totale samenvoeging met de andere gemeenten. Dat was? Ja, dat was. Meneer Van Burden. Voorzitter, over hetzelfde artikel 18, eigenlijk dezelfde opmerking, alleen met die verstande dat... 16. Artikel 16 is zo. Dat is er geïnventariseerd over hoeveel ambtenaren er mogelijkwijs gaan gaan. Dat onderschrijft de gedachte die de heer Leenders uit, dat dan, wanneer dit enigszins verkeerd uitgevallen, dat er een paragraaf zou kunnen worden in het sociale statuut. Een tweede vraag, voorzitter, is kunnen gedurende de looptijd, want het heeft een beperkte looptijd, dit statuut, kunnen ambtenaren terugkomen op hun situatie? In de loop van 2,5 jaar is het geloof ik. En dan, voorzitter, nog een derde vraag, ook betreffende artikel 16. Is de leeftijd, de al of niet in de FUT kunnen nog gekoppeld aan het aantal dienstjaren? Goed. Eerst in de richting van de heer Leenders. Ja, onzekerheid ten aanzien van bestaan zegt FUT, dat is een onderwerping die even buiten de invloedssfeer van het gemeentebestuur omgaat. En de vele, alle gemeenten in ja, dat is een onzekere factor. Net zoals een aantal jaar geleden allerlei het voorbestaan van de gemeente een onzekere factor is. Maar goed, dat is een probleem. Dat is een actueel discussiepunt op landelijk niveau. Ja, en dat zou mogelijk zich repercussies hebben. Maar ik stel mij voor dat wanneer dat aan de orde is, toch een bepaalde glijdende schaal zou worden ingevoerd. Dat je dus niet van het een op het andere moment geconfronteerd wordt met het wegvallen van de totale FUT. Er zijn al tekenen in die richting dat het op die manier zou worden gegeven. Maar je moet het niet uitsluiten. Je moet dat niet uitsluiten. Maar ja, dat is het enige wat ik daarover kan zeggen. Ja, nee. Dan, in de richting van de heer Verbrugge. Is er een inventarisatie gemaakt met betrekking tot het aantal ambtenaren? Ja. Dat is zogenaamd, laat ik dat maar gemakshalve noemen, zogenaamd koud lijstje. Stel je voor, je prikt op datum 1 januari 1997. Welke mensen vallen dan binnen die leeftijdscategorie? Dat zijn er 17. Waarvan 13 in fulltime, hoe zit het precies? 13 in fulltime dienst en 4. 13 volledige, het zijn 17 ja. Mensen met 13 volledige formatieplaatsen. Als dat zo zou zijn op basis van de oorspronkelijke regeling, dat weet ik alleen de uitkomst van. De oorspronkelijk bedoel ik mee, de wensen van de bonden zouden worden gehonoreerd dat men bij 55 jaar en ouder vrijwillig en voor de volle 100% met de pre-FUT zou kunnen gaan. Stel dat dat voorstel van de bonden zou worden gehonoreerd, wat er dus in dit voorstel niet is, dan zou dat de gemeente, het nieuwe gemeente, 4,410 miljoen gulden kosten over die periode. Tot aan, hè, dat kan je uitrekenen. Als iedereen daarvan gebruik zou maken. Nou, met daarbij dat wanneer die mensen niet meer werkzaam zijn binnen je organisatie, vervolgens nieuwe mensen aan moet nemen die ook weer geld kosten. Nu is het dan zo dat
die 55 jaar alleen dan voor de volle 100% kan met de president zou kunnen gaan op het moment voor de betreffende functionaris geen passende dan wel geschikte functie is. En wij garanderen het artikel 2 van sociaal statuut een passende en geschikte functie voor een ieder. Ja. Je mag in redelijkheid aannemen, maar goed, dat zijn aannames op basis van ervaringscijfers, dan een aantal procenten van totale personeel en daarvoor in aanmerking zou komen. Dus even het ultieme beeld geschetst van stel dat je dat in de volledigheid zou moeten doen, dat is dus niet aan de orde. Enkel alleen voor mensen waarvoor geen passende geschikte functie is, dus dat is een beperkt bedrag. Ik zou dat zo niet kunnen noemen, dat is uiteraard een fractie van het bedrag wat ik u zojuist noem. Als mensen in eerste aanleg een passende geschikte functie is gegeven, hè, dat doet de inpassingscommissie, waar de werkgever, de bonden en de personen bij betrokken zijn, en hè, ze zijn in die periode dan 55 jaar ouder geworden, dan kunnen ze dus alsnog, als spijk op tand, laat ik het zo maar noemen, alsnog gebruik maken van die regeling wanneer blijkt dat het op basis van ervaring, zowel door de een als door de ander, zoals, hè, dus werkgever, werknemers ervaren, kan men alsnog binnen die periode tot 1 juni 1997 gebruik maken van die regeling. Ook als in een gelijkwaardige functie geplaatst? Nee. Wat is het? Wanneer dus blijkt na een bepaalde periode dat het de functie niet passend en geschikt kan worden geacht, dan geeft u dus nog een, binnen die periode nog een mogelijkheid. Leeftijd gekoppeld aan dienst, dat is niet het geval. Niet anders dan bij pensionering, dus dat is niet anders. Verder nog iemand hierover? Zeg ik iets verkeerd? Mensen kunnen wel na 40 dienst met. Ja, dat is vanzelfsprekend. Ja, nee, ja, nee, maar dat is gering aan de dienst. Ja. Nee, ook al heb je geen 40 dienst, ja, kan je hier toch waar niet meer gebruik van maken. Dus dat in die zin. Iemand op tweede termijn? Verleden is nog? Nee. De burger nog? Nee, ja. Mag ik aannemen dat er zich dan een akkoord van vindt? Met het sociaal statuut. Dat conform voorstel vastgesteld, dan stel ik aan de orde een voorstel om in beginsel te besluiten dat overdracht van het gemeente woningbezit aan de woningbouwstichting Vlijmenhelden wordt te Vlijmen. Wie van u mag ik daarover het woord geven? De heer Kurtz, de heer Van der Zande en de heer Van Geen. De heer Kurtz. De Ed Blank kan instemmen met het vorige voorstel. Vooral een compliment aan het college ten aanzien van de financiële afwikkeling. Bij de verdere overdracht vraagt de fractie vooral speciaal aandacht voor de personele consequenties. Door de woningbouwcorporatie wordt de voorwaarde genoemd dat alleen personeel wordt overgenomen als ook haar aanzien. Dit is ons inziens een oneigenlijke voorwaarde. Ook zal de woningtoewijzing volgens gemeentelijke richtlijn in de verdere discussie aandacht dienen te hebben. Meneer Van der Zande. Ik heb de stukjes gelezen van het eisenpakket, het basis-eisenpakket dat de gemeente ten opzichte van de woningbouw erin heeft gesteld. En de uitgangspunten die hun er neerleggen. Dan staat er een voorstel dat het convenant wordt aangegaan worden. Geschiet dat op basis van de voorstellen van de gemeenteraad voor opdracht 25 en hun eisenpakket of uitgangspunt. We hebben zelf als gemeente een eisenpakket neergelegd, dat we dat willen verwezen. Ja. Het is er redelijk wijs te verwachten dat de woningbouwvereniging daarop ingaat. Dat zal in de beantwoording duidelijk worden. Uw vraag is: wat is inhoud van het convenant? Is dat de eisen die op de raad zijn geformuleerd al geruime tijd geleden? Of is dat datgene wat de woningbouw is? Nou, dat is een onderhandelingsproces geweest, maar dan zal de wethouder straks ook over. Ik neem tenminste aan dat ik zo duidelijk de vraag heb gedaan. Dat was uw vraag? Ja. Meneer Vergerven. Meneer Vergerven, daarmee heb ik wel een gedeelte van onze vraag wordt in de beantwoording meegedaan. Verder is het bij het voorstel dat zodanig, wat niet misschien dat het nog niet bekend is.
Maar er waren bodemonderzoeken uitgevoerd. Is daar wat iets meer over te zeggen? Dat is één. En de tweede zou ik willen pleiten voor een duidelijkheid naar de huurders toe. Meteen een vraag aan bijvoorbeeld hoe het college daarmee denkt om te gaan. Om in ieder geval aan de huurders duidelijk te maken hoe de nieuwe situatie waarschijnlijk zal gaan worden. De wet. Dank u wel, voorzitter. De drie reacties overzien is een algemeenheid. Constateer ik instemming met het voorstel zoals het hier voor ligt. Zij dat er een aantal vragen open blijven staan. De eerste vraag van de fractie is belang, de heer Vugts. De personele consequenties. Wij zijn in de tijd samen met Haren dit traject ingegaan om samen met Haren onze eigen woningbedrijven over te dragen aan de corporatie Vlijne Helvoort. Daarbij hebben we gezamenlijk ook onze uitgangspunten opgesteld, onze voorwaarden, onze basiseisen, zoals de heer Van der Zanden dat noemde. En ik heb begrepen dat op dit moment Haren op dezelfde manier onderhandelt als onze gemeente. Haren is in het traject wat achterop geraakt, omdat Haren voorafgaande aan de onderhandeling met de corporatie Vlijne nog een fix aantal woningen met woningen aan bewoners te koop aan wil bieden en eerst dus die operatie af wilde handelen alvorens dus overgaan op overdracht van het woningbedrijf. Wij houden met haar en natuurlijk ook met onze toekomstige partner Helvoort contact over de gang van zaken. In dat contact speelt een duidelijke rol de personele consequenties. In de laatste brief van de woningstichting Vlijne Helvoort lezen wij dat zij bereid zijn om in de loop nog van, zelfs nadat 2 jaar de overdracht afgehandeld is, dat zij bereid zijn om 2 mensen van haar Helvoort S over te nemen, mits daarvoor passend en weet die term al nog meer geschikt. Hoe noemen ze dat? Passend binnen hun team. Passend binnen hun team. U hebt ook kunnen lezen dat als dat niet het geval zou zijn, dat wij dan vinden dat de corporatie desintegratiekosten zou moeten betalen. U hebt dat ook in de diverse onderhandelingsstukken kunnen zien waarover we dan praten. Desintegratiekosten betekenen op het moment dat de woningbouwstichting, de woningbouwcorporatie geen personeel over zou nemen, dan staat daar in onze ogen toch nog steeds een bedrag tegenover wat te betalen is als vergoeding aan de gemeenten, in dit geval S en Haren, als vergoeding voor het wegvallen van onze eigen van werk bij onze eigen ambtenaar. Ik weet dat bij ons 1 ambtenaar voor een behoorlijk deel werkzaam is voor het nu nog eigen woningbedrijf. U vraagt natuurlijk ook naar ja, hoe zit het dan met het risico dat het met haar niet door mocht gaan. Ik denk, 100% zeker kunnen we dat natuurlijk niet geven, ik denk toch dat wij als gemeente S ons houdend aan de uitgangspunten die we als Haren en S gezamenlijk opgesteld hebben, duidelijk de trend hebben gezet. Haren was ook, dacht ik, toch wel blij met de manier waarop wij de zaak tot nog toe afgehandeld hadden. Ik vermoed dus, ik weet dus haast wel zeker dat Haren op dezelfde manier de onderhandelingen verder ingaat met de corporatie. En ik zie dan ook geen hindernis op de weg als Haren op dezelfde manier onderhandelt als wij hier S, dat de zaak dus stuk zou lopen. Dus ik vind op dit moment de vraag van de personele consequenties wel van belang, maar toch op dit moment van ondergeschikt belang. In ieder geval geeft de laatste brief van de woningcorporatie Vlijne, die weer reageert op een tweetal punten aan de vraag van hoe zit het met de overname van de gemeentelenen die op de woningbouw, op de sociale woningen afgesloten zijn. Daar reageert zij positief op, dat ze hebben die volledig overnemen. En voor de overname dan wel. Voor de overname van personeel, daar zit in ieder geval voldoende ruimte in mijn ogen en in de ogen van het college om met de corporatie daarover verder te onderhandelen. De heer Van der Zanden vraagt, waar bent u van uitgegaan? Zijn dat nou de eisen van de gemeente of zijn dat de eisen van de corporatie? Ik kan u zeggen natuurlijk van beide.
Aan de ene kant is het zo dat een corporatie die op het grondgebied van S, Haar, Helvoort werkzaam gaat zijn, dat het ook ons belang is dat dat een corporatie is die aan haar volkshuisvestingstaak kan voldoen. Die moet je dus niet opstaan met allerlei zaken die dan ten koste van de bewoners van onze sociale woningen gaan. Dus dan, met die kant hebben wij rekening moeten houden, stellen wij redelijke eisen. En aan de andere kant heeft de corporatie de redelijkheid van onze eisen moeten beoordelen. En al onderhandelend zijn we dus gestuurd op een aantal echte onderhandelingspunten. Dat is dus de bedrijfsreserve al dan niet overdragen, een deel van de bedrijfswaarde aan de gemeente uitbetalen, de overname van de geldleningen en de overname eventueel van personeel dan wel het betalen van desintegratiekosten. Op andere punten bestaat in ieder geval, bestond en bestaat nog steeds geen verschil van mening, zij het natuurlijk dat wij op dit moment aan de slag moeten met op vele details de zaak nog uit te werken. Met alle punten en komma's. De heer Van Gerve vraagt naar hoe zit het met het bodemonderzoek. Nou, er is een eerste rapport, is daarvan binnen. En op enkele plaatsen is nader onderzoek nodig. Dat wil dus niet zeggen dat daar geen schone grondverklaring voor gegeven zou kunnen worden. Maar het onderzoeksbureau, dat is in ieder geval het stadsgewest, dacht ik, acht nader onderzoek noodzakelijk. U weet overigens dat wij gehouden zijn een schone grondverklaring te geven en mocht daar dus inderdaad iets aangetroffen worden wat er niet hoort, dan is dat inderdaad kost de gemeente. Dat is ons risico. We krijgen daar dit jaar nog het rapport over, dus ook van het nader onderzoek. Grotendeels is het nu zo dat het grootste deel van de percelen die wij over moeten dragen een schone grondverklaring afgegeven kan worden. Duidelijkheid richting huurders, daar hebben wij in ieder geval ook over gesproken met de woningcorporatie. We zullen daar in gezamenlijkheid ons richten tot de essen bewoners van die woningen die het betreft. En zij zullen dus ook duidelijk ingelicht worden hoe de zaken in het vervolg zullen gaan lopen en wat het aanspreekpunt en wat het telefoonnummer en het klachtpunt enzovoort is. De tweede termijn. Een verkennend onderzoek uitgevoerd is het stadsgewest. Dat geeft een indicatie die in dit geval na het onderzoek mogelijk of noodzakelijk maakt, maar geeft ook een indicatie omtrent de vereniging. U praat er heel gerust over. Is dat een gevolg van de kennisneming die u hebt genomen van de wat ik, voor zover als ik het in kan schatten, u kent de bekende Pax, die op sommige plekken wel eens ooit aangetroffen worden en die al aangetroffen kunnen worden als een bewoner ooit ergens in een achterhoekje van de tuin een brandstapeltje dan heeft gehad, dan wel de astma geledigd heeft. Ik geloof dat we aan dat soort onderzoek moeten doen. Nee, dat is geen grondweg. Dus er moet nog even naar bekeken worden. Overigens denk ik, voorzitter, dat we met deze onderhandelingen, voor zover ze nu gevorderd zijn, best een goed resultaat bereikt hebben. In die zin dat we dus de volledige bedrijfsreserve hebben kunnen behouden hier. Een bedrijfsreserve die we, een algemene reserve, bedrijfsreserve die we overigens verplicht zijn om in te zetten voor woondoeleinden. En ik denk dat u zich met z'n allen al voor kunt stellen toch wel wat we de komende jaren nog voor onze kiezen krijgen aan inzet voor woondoeleinden als we praten over verdere uitbreiding van S op nieuwe locaties. Voor uw informatie, Helvoort heeft in de tijd het woningbedrijf om niet onderbedragen, overgedragen. Dus ondertussen ook gelukt om daar iets meer aan over te houden dan niets. Mag ik nog één ding vragen? In het voorstel staat een convenant, hè, als het afgesloten is tussen de partijen, de instemming van de raad moet kan krijgen. Maar er staat gelijk dat in het voorstel dat er per 1 januari de economische overdracht plaatsvindt. Dan heeft om instemming aan de raad dat het convenant aangaat, als daar wijzigingen moeten komen, geen nut meer. Want dan is die bijschaving. Nee, dat is helder.
is dat niet meer in orde. Dus ik zou toch graag zien dat ik ook in de commissievergadering zeg, probeer eerst op Berlijn te komen en dan de economische overdracht te doen. Misschien een even bijstelling, dat werd al. Ik dacht ook dat ik dat in de vorige vergadering ook had gezegd, dat 1 januari halen wij niet meer. Maar op enig moment vroeg in 1995 zullen wij een convenant afsluiten met het woningbouwbedrijf, met de woningcorporatie Vlijmen Helvoort. Pas nadat eerst voorgelegd hebben aan de raad en die convenant in te laten gaan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1995. Ja, dat is het. Oké. Dan neem ik aan dat u zonder enige wijziging in stemmen met de overdracht van het woningbedrijf aan de stichting. Ja, onder voorbehoud dat wij dus onderhandelingen in de zin verder af kunnen ronden zoals we dat net geschetst hebben. Conform het voorstel zoals u ligt, onder voorwaarden kunt instaan in principe in stemmen met de overdracht van het woningbedrijf. Ja. En in de maand januari wilt u verder op de hoogte worden gesteld naar de concrete inhoud van het convenant, waarna het contract formeel kan worden gesloten en zou moeten worden bekrachtigd. Ja? Dan agenda punt 7 over het regionaal educatief plan. Iemand daarover nog vraag? Meneer Leenders. Meneer de voorzitter, het is een uitgebreid plan. Ik vind het ook zeer ambitieus. Toch is het voor veel mensen een onbekend terrein natuurlijk. De toeleiding van de cursus, hè, dat is al veelal geschieden, neem ik nou via de geëigende trajecten. Ja. Nou, toch zou ik ervoor willen pleiten dat er, omdat het vooral ook een onbekend terrein is en in S daar nauwelijks aandacht aan wordt geschonken, dat er toch eens een keer een artikeltje in het S-blad bijvoorbeeld gepubliceerd wordt. Wat voor soort cursussen dat er zijn en voor welke doelgroep dat dit met name van toepassing is. Want met name de herintredende vrouwen die zitten niet altijd op normale bemiddelingstrajecten. En die kunnen toch op een gegeven moment op eigen initiatief zich daarvoor aanmelden. Dus ik zou eigenlijk daarvoor willen pleiten of er toch eens een keer een artikeltje wordt geplaatst in het eerste blad met wat mogelijkheden daarin. Ja. Ja, we kunnen met die dingen kunnen wel eens een buurtage doen in deze plaats. Maar we hebben wel eens bij bepaalde instellingen en verenigingen ook wel eens verteld wat er allemaal was op dat gebied. Wij hebben het al eens meer, en dat reed ik in herhaling, maar eens meer gezegd. Ja, en is het eigenlijk, speelt het niet zo. En om nou met zoiets te gaan promoten om mensen erbij te slepen, ja, weet ik ook eigenlijk niet of dat de bedoeling is. Maar S die krijgt gelden van het ministerie daarvoor en dat wordt ingezet voor cursussen. En dan denk ik dat je op een gegeven moment ook daar de bekendheid aan moet geven. En je kunt natuurlijk vermoedens hebben dat er weinig gebruik van wordt gemaakt, maar niet geschoten is altijd mis. Ik ben het eens met die opvallend u zegt, je moet het de rijkwijde van dat wat geboden wordt zo breed mogelijk maken. Joyce, wat voor ons onder andere daar belangrijk voor heeft, die informeert ook inwoners. Dan zou je via dat kanaal, en dat gebeurt ook, dat moeten stimuleren. Als u zegt dat gebeurt onvoldoende, dan zouden we daar misschien een opmerking over kunnen maken. Maar via sociale dienst, maatschappelijk werk, andere trajecten en via de algemene informatie, via persfolders die ook door Joyce worden uitgegeven, zou je in redelijkheid mogen verwachten dat er voldoende bekendheid aan is. Maar als u zegt, laat de stichting Joyce en wat daar dan bij hoort inmiddels, als u zou willen vragen of ze in het extra blad of via de Kamerkrant of anders aandacht aan willen besteden, dan denk ik dat we dat verzoek graag aan u voorleggen en dat op die manier dan ook in een breed publiek wordt benaderd. Ik geef het ervoor. Ja? Ja, goed. Zullen we dan maar kijken. Overigens neem ik aan dat u zich kunt vinden in het voorstel. Agenda punt 8 is van agenda afgevoerd, omdat het nog wat nader ligt. Gegevens beschikbaar moeten komen om het volledige voorstel te kunnen presenteren. Dan ga ik over naar agenda punt 9. Een overeenkomst in verband met de zelfstandiging van de gemeentegarantie voor eigen woningen. Ik denk dat we een van de laatste gemeenten zijn die dit tijdstip overeenkomst aangaan.
Er zijn 5 gemeenten in het land die principieel daarvoor werken, maar dan horen we niet. Iemand daarover? Ik heb een vraagje over. Nee, nee, dus. In de stukken die erin zouden waren, viel mij op dat er een aantal data werden genoemd. Voor 1 oktober in of aangemeld, dan was je voor 1 januari 95 op tijd en kon je op een gegeven moment gewoon dan stond die nationale hypotheekgarantie, die was dan wel beschikbaar. Als je na 1 december de ondertekening van die overeenkomst had, dan zou die hypotheekgarantie niet beschikbaar zijn. Voor dat jaar? Voor dit jaar? Nou, niet per 1 januari 95, maar later. Wat heeft dat voor gevolgen? Betekent dat, stel dat er op een gegeven moment iemand gemeentegarantie wil hebben als hij een huis heeft, ja, per 1 februari. En S valt nog niet onder die regeling dat die gemeentegarantie niet doorgaat. Tenminste dat die garantie niet doorgaat. Dan verlenen wij de gemeentegarantie en vervolgens dragen we die wordt dan open. Ja. Ja. Nee, dan is het. Ja, dat is wel. Conform vastgesteld, agenda punt 10. Verhoging van de kredietrekeningkrant bij de Bank van Nederlandse Gemeenten aangegaan van vastgelddelingen bij diezelfde bank. Iemand van u daarover vragen? Ook conform vastgesteld. Agenda punt 11. Voorstel beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet voor de kunst van de herinrichting van het Dorpsplein, inclusief kunstwerk, houden we het even klaar. Omdat heden ons de begroting bekend is van het totale traject, u nog geen kennis heeft kunnen nemen van datgene wat er wordt voorgesteld. En nog de kunstcommissie in de gelegenheid is geweest een min of meer definitief voorstel te bespreken, dan wel te actualiseren, vinden we op dit moment niet A, niet juist en B, niet mogelijk om u een voorbereidingskrediet, om een voorbereidingskrediet te vragen. We zullen dat ook in januari met u verder bespreken. Agenda punt 12 is een notitie die voor kennisgeving wordt voorstel die nu aan u ter kennisneming te brengen en die vervolgens ook in de commissie wellicht van januari met u nader te bespreken. Ja. Agenda punt 13, voorstel tot vaststelling van bekostigingsbesluit bestemmingsplan Vennakkers 3. Iemand van u daarover? Okay. De heer Vergerven, de heer Verbrugge. Kort meneer Hoort, er zitten in ieder geval problemen naartoe gekomen. Ik om trachten nu een waardig verhaal op tafel te brengen. En dat ook even te voordelen aan deskundigen. Gezien ervaringen, recente ervaringen, denk ik, ga ik niet kunnen innen van bouwbouw vaststellen. De heer Verbrugge. Voorzitter, in de tweede alinea schrijft hij dat voorafgaande treffen van de voorzieningen van openbaar net, een zogenaamd kostingsbesluit moet zijn vastgesteld. De kaart bijgevoegd bij het raadsvoorstel geeft duidelijk aan dat in het betreffende gebied al voorzieningen getroffen zijn. Betekent dat weer dat we weer te laat zijn? Dan zou deze zin dus niet duidelijk in die context. Jawel, maar dat zou weer duidelijk zijn. Ja, dat is de belangrijkste vraag, want dat betekent dat het werkt of niet, ik weet niet. Die vraag, ik wil hem even beantwoorden, de tweede vraag dan. Dat gaat dus om dat voor een bepaald deel, het gaat om deelgebieden van waar dit kostingsbesluit van toepassing is. Dat betekent dat in dat deel, richting Broxven enzovoort, daar, moet ik het goed formuleren hoor, dat daar dus ten aanzien van ons zuiden nog geen concrete voorzieningen zijn getroffen. Daar heeft het betrekking. Maar we spreken hier dan over bestemmingsplan Vennakkers 3. Ja, en dit betreft de gedeelte is dat een onderdeel van Vennakkers 3. Nee. De wethouder. Toen wij Vennakkers 3 aan snee brachten bij de provincie, dachten wij inderdaad Vennakkers 3 helemaal in procedure te brengen. De provincie heeft ons gezegd, nee, dat mag ik niet. U mag slechts de helft in procedure brengen. Dat is voldoende voor de komende 5 jaar. Dan komt hij over 5 jaar maar terug voor de tweede helft. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben Vennakkers 3 opgedeeld in 2 delen. We zouden dus nu eigenlijk een Vennakkers 4 zouden we het ook kunnen noemen. Vennakkers 3 is concreet plan uitgewerkt, concreet bestemmingsplan gemaakt. Op dit moment moet er nog een concreet bestemmingsplan voor Vennakkers voor de tweede schil voor Vennakkers 4 dus eigenlijk gemaakt worden.
Dus daar is... Maar dan is dat niet in overeenstemming met de kaart die bijgevoegd was. Dus dat moment blijkt de kaart duidelijk aan dat daar betreft het verschil wel in zat. Nee, die kleine kaart. De kosting sluit ruim genomen hierin. Het gaat dus over één klein stukje grond, eigenlijk in feite waar het van toepassing zal zijn aan de rand, wat dus niet in handen is van de gemeente. De provincie heeft hier naar dit verhaal gekeken, heeft ook gezegd van neem het besluit over het hele gebied. En geef voor het tweede deel die exploitatie aan, het tweede deel waar we nu dus binnenkort aan willen gaan beginnen. En dat moet voldoende zijn om de basis te zijn voor dit bekostigingsbesluit. Dat betekent die gebieden die geen eigendom zijn van de gemeente, vallen binnen het bekostigingsbesluit zoals we het nu nemen. Overgedeeld is inmiddels eigendom van de gemeente, waar in feitelijke juridisch praktische uitvoering in. Dus deze bekosting zijn niet nodig, zeker niet van toepassing in. Daar waren het wel het geval, dus waren er sprake van particuliere eigendommen. Het laat ik maar gemakshalve noemen, Wennekes 4. Daar valt dit deel van de kostingsbesluit op. Maar het heeft zijn werking volgens de kaart over het totaal. Maar zijn feitelijke toepassing enkel alleen voor die gebieden die eigendom zijn of van particulieren. Je hebt dat. Om ook iedere discussie en lijntjes en nuance te voorkomen, over het hele gebied van de uitlaat te spreken. Er zit nog een stukje particulier eigendom in. Ja, nee, dat is duidelijk. Het was een betekening duidelijk te zien, maar de tekst is die te zien dat het alleen over een schil gaat. U spreekt, u geeft zelfs aan over het, over het aangegeven gebied, bestemmingsplan Wennekes 3. En als dat zo is, dan betekent het weer dat het verhaal weer niet klopt en weer nee. Maar u zegt dat het over een Wennekes 4 gaat, laat het zo maar even. Nee, dit is zelfs op aanvraag van de provincie zo gedaan. In feite zijn het dus, voor het deel wat wij nu nog moeten doen, is alleen in de tijd een globaal vlekkenplan opgesteld. Dus nog eens met inteken van bouwblok, et cetera. Alleen voor het andere deel wat nu volgebouwd is, dat is een exacte uitwerking van het bestemmingsplan. En voor dit resterende deel zullen wij ook weer een exploitatieopzet moeten maken. En afgeleid daarvan zal dus een waardebelasting gegeven kunnen worden bij particuliere eigenaren nog net liggend in dat gebied. Ja, voorzitter, helemaal duidelijk is het met hier geworden. We zullen vertrouwen op de deskundigheid van de provincie, maar gerust ben ik er niet. U zegt er zijn voorzieningen getroffen en dan kan je dus geen beroep doen meer op de bekostingsbesluit. Daar. Ja? Ja, dat klopt. Want dat heeft... Ja, maar het staat er schrijft. Nee, oké, dat klopt. Overigens hoeven we ons wat dat betreft niet te schamen hoor, want het is een groot landelijk en juridisch probleem. De vakbladen en de kansen aan de voorgrond dat gemeenten op deze wijze spraak komen met betrekking tot invordering van de zogenaamde baatbelasting. Dat is dan in dit verband de juiste terminologie. De provincie adviseert het totale gebied, dus de tweede uitwerking Wennekes 3, onder het bekostigingsbesluit te laten vallen. Dan zegt u, ja, maar er liggen al een paar noodbestratingen in. Juist. Maar, is het antwoord, daar waar particuliere eigendommen liggen, in dat betreffende gebied, is geen sprake op dit moment van enige voorziening. Dus die gebieden waar het over gaat, die zijn nog volstrekt niet ontsloten, ligt geen noodweg, ligt geen nieuw, ligt helemaal niks. Dus, nu ben je op tijd, en nu kan je op basis van deze verordening, die dus qua werking, fysieke werking in het veld ruim is, maar in zijn feitelijke uitvoering enkel alleen van toepassing is op dat stukje particulier eigendom, waar op dit moment geen voorzieningen zijn getroffen. Derhalve is deze verordening daar ook van toepassing. En loop je niet het risico dat achteraf gezegd, u heeft al voorziening getroffen en aan de hand probeert u baatbelasting te hebben. Dat kan dus niet. Dat is niet aan de orde. Nou, voordat we dit voorstel aan u presenteren, is dat nadrukkelijk gestiend door de provincie. En met deze ruime aanduiding op de kaart, loop je daar ook geen enkel risico mee. Ik kan het toch koppelen, voorzitter, aan het afgeven van baatbelasting. Nee, meneer Van der Zanden, dat mag dus niet. Want dat is dus in het verleden meer dan eens gebeurd.
En ook hier in deze contrarie kwam dat regelmatig voor, dat zullen we ongetwijfeld weten. En die claims zijn ten aanzien van onrechtmatig betaalde of onbeschuldigde betaling met betrekking tot baanbelasting, die zijn door de rechter in hoger beroep inmiddels teniet gedaan. En de desbetreffende gemeente diende in de gelden dus weer terug te betalen aan de particuliere kopers. Dat systeem is dus niet meer aanvaardbaar. Nee, ik bedoel de banken niet. Met het verkoop van Chelsea heen, dan moet dat weer hebben. Dat gebeurde dus wel. De gemeente zei dat u krijgt pas een bouwvergunning op het moment dat u een bijdrage voor de exploitatie betaalt. Dat gebeurde. Dat mag niet meer. En vandaar deze vergunning. Misschien voor de goede orde, voordat we onszelf, ondanks alle twijfel die schijnbaar bestaat, bijrekenen aan dit verhaal. Het is een aanzienlijke versobering van wat gemeenten nog van particuliere eigenaren in rondom omsloten door gemeentegebied kunnen ontvangen. Want je mag nu ook werkelijk alleen nog maar dat deel wat direct te maken heeft met dat particuliere perceel, dat deel van de kosten voor civiele werken, mag je alleen maar door. Je moet dus niet denken aan, ik tref voor mijn acht een speelvoorziening en een deel van die kosten reken ik ook door, zoals dat eigenlijk bij iedere woning gaat, de bewoner van dat huis. Ik maak ergens een leuk plantsoen op afstand van die woning en dat reken ik door aan die particuliere eigenaar van het huis. Dat kan nu ook niet meer. Het gaat zuiver alleen om de directe kosten te maken met civiele techniek, die op dat perceel van toepassing zijn. Voorheen was die regeling ook aan. Nou ja, die ligt vrij ruim. Nee, dat ligt niet vrij ruim. Voorheen baseerde je baanbelasting op een totale exploitatie van vennachters en kwam je eigenlijk op dezelfde vierkante meterprijs uit als een vrije sector kabelkoper. En daar komen we nu omtrent niet meer aan, omdat je ook met de lineaal onderhand precies toe moet rekenen welk deel is nou echt direct van belang voor hem en alle wijkvoorzieningen die met hem eventueel te maken hebben of met hem of haar te maken hebben, die mag je dus niet meer doorberekenen. Wat je eigenlijk in je gronduitgiftebeleid, vooral in de vrije sectorkamerprijzen, wel doet. Goed, dan nog even een inhoudelijke toelichting met betrekking tot de systematiek. Ik vraag u in te stemmen met dit voorstel. Ten aanzien van de kostering bestaat het stemmen van wennachters 3. Akkoord. Dan ga ik over naar de vaststellingsbegroting 1995 van de gemeente S. Dat staat er misschien wat pessimistisch bij. Ik stel u voor, in volgorde van de heer Leenders is als voorstemmer aangewezen. Als we in elkaar bij de heer Leenders beginnen met de behandeling van dit agendapunt, vervolgens de fractie van de Zande en tot slot in eerste termijn de fractie van Samenwerking 90. Het woord is aan de heer Leenders. Meneer de voorzitter, met belangstelling hebben wij de antwoorden van het college doorgenomen en onze reactie kan kort zijn. Over het algemeen bestaat er tevredenheid, ondanks de financiële beperkingen die noodgedwongen bepalend zijn voor het komende jaar. Belangrijke taak is om de lopende zaken volgens planning te realiseren en binnen de financiële mogelijkheden eventuele wensen uit te voeren. Hier kunnen misschien de gelden uit het woningbedrijf een belangrijke rol gaan spelen en eventueel ook de rente. Die kunnen wellicht aangewend worden voor noodzakelijke voorzieningen. Al met al ziet de fractie het komende jaar met veel belangstelling tegemoet. Zeker nu duidelijkheid en zekerheid bestaat over de herindeling. Wij hechten aan eenstemmigheid om het proces tot samenvoeging tot een goed einde te brengen. In dit jaar wil de fractie zich, zoals het college al zegt, kritisch doch loyaal opstellen. Wij willen het college graag het vertrouwen geven om deze klus verder te klaren. Dit was mijn bijdrage. Kan ik niet bijhouden, meneer Leenders? Ik had het zo snel. Mag ik enige verwachting koesteren dat de fractie van de Zande op soortgelijke wijze
de behandeling van de begroting 1995 hand zal nemen. Het woord is aan de heer Van der Zand. Dan moet ik u teleurstellen. Maar dan was ik al aan gewend, zou ik bij u zeggen. U heeft het woord, en ik luister. Met een buitengewoon interesse kennis genomen van de reactie van de college BNW op de algemene beschouwing van onze fractie. Om met uw begeleidend schrijven van 8 december 1994 te beginnen, meneer de voorzitter. Halverwege de tweede pagina wordt melding gemaakt van de ernstige bezwaren die het college heeft tegen het teneur van de algemene beschouwing van onze fractie. Meneer de voorzitter, bij ons blijft onverminderd overeind staan dat het op het financieel gebied beleidsfouten zijn gemaakt. Daarover hebben wij in onze algemene beschouwingen u niet in het onbewuste gelaten. Mag het college van ons verwachten dat wij de vinger niet op die zere plekken leggen? Mag het college in alle redelijkheid in andere toon verwachten van ons, die zich toch regelmatig om de hoek gedreven voelen? Meneer de voorzitter, vaak hebben wij geattendeerd op een onjuiste gang van zaken. Toen u in de natuurlijk dook om ons te kunnen wijzen op enkele punten, had u meteen even kunnen constateren dat onze fractie herhaalde malen tevergeefs voor de zaak blijft. Voor het college waren wij een lastige luis in de pels, die zich niets gelegen liet liggen aan het regeerakkoord van S-Belang en samenwerking 1990. In onze brief wordt geschreven over verwoede en herhaalde pogingen om onze fractie te betrekken bij en te informeren over het voorgenomen beleid. Van het enige resultaat daarvan is het college niets gebleven. U wilt dus niet zeggen dat u dat hard kunt maken. Te veel eer hadden we van u niet verwacht, maar te weinig, zoals in dit geval, evenmin. Wel degelijk komen wij verder dan achteraf reageren op besluiten en incidenten. Wel degelijk willen wij een inhoudelijke en creatieve bijdrage leveren. Om de dood eenvoudige reden dat het lot van S en S-naar ons na aan het hart ligt, zoals dat bij vele gelegenheden is gebleken. Ons herhaalde pleiten voor zo laag mogelijke verhoging van gemeentelijke belasting is geen goedkoop slogan, maar een logische consequentie van onze zorg voor de bevolking die evenals elders door diverse overheden toch al zo gepakt wordt. Meneer de voorzitter, van meet af aan waren we ons er sterk van bewust dat we met de Essengemeenschap samen verder willen. Meneer de voorzitter, wij kunnen de verleiding weerstaan uitgebreid in te gaan op uw reacties op onze algemene beschouwingen, zij het met moeite. We hebben daarin duidelijk onze mening geventileerd en we moeten constateren dat antwoorden van het college ons niet knopen onze mening te herzien. Ook wij ontkomen er niet aan in bepaalde teneur in de antwoorden van het college met BNW te bespeuren. Het college doet alle moeite om duidelijke fouten zoveel mogelijk te verdoezelen en tegelijkertijd probeert het college ons de zwarte piet toe te schuiven. Er zijn beleidsfouten gemaakt door het college. En dan gaat het niet aan kritische vragen en opmerkingen die aangaande te pareren zoals het college dat doet. Meneer de voorzitter, in de antwoorden van het college op de beschouwingen van beide regeringspartijen, Samenwerking 90 en S-Belang, dan wemelt het bijna van, we zijn het ermee eens. We delen uw bezorgdheid en meer soortgelijke termen. Zoiets moois schijnt van de oppositiepartij toch niet weggelegd te zijn. We schikken ons daarin wel. En voorzitter, ons mag ons niet euvel duiden dat we zo reageren.
U kon dat moeilijk anders verwachten. Toch willen we met de geraakte punten niet de hele begroting weggooien. We willen duidelijk stellen dat onze fractie haar goedkeuring hecht aan de begroting als geheel, maar dat wij uitdrukkelijk genoteerd willen zien dat de financiële handelswijze betreffende de bestemmingsplannen, de subsidies en de gemeentebelasting onze goedkeuring niet kunnen wegdragen. En we willen daar terzijde tijd in de loop van het jaar wel eens op terugkomen. Zover zijn onze woorden, meneer voorzitter. Meneer Wilderman, dank u wel. Meneer Van Gerwen. Dank u wel, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, het college is in de verantwoording richting alle fracties ter degen te werk gegaan. Voeg daarbij de geringe beschikbare tijd, zeggen en schrijven 1 week. Beschikbare tijd om tot antwoorden te komen en je kunt spreken van een optimale prestatie, een optimale inzet van het college en ambtelijk apparaat. En hoewel wij in algemene zin van mening zijn dat de verantwoording hier en daar terug wat directer had gekund, veel onderwerpen zijn in het verleden reeds uitvoerig besproken en beargumenteerd, pleit deze degelijkheid toch ten voordele van het college. Diverse onderwerpen komen nog eens uitvoerig in de schijnwerper, waarbij in gang gezette besluitvorming meegenomen wordt. Meneer de voorzitter, onze waardering hiervoor. Uw beantwoording richting samenwerking 90 hebben wij als zeer positief ervaren. Onze wat genuanceerde, maar toch wel kritische toonzetting hebt u opgevat als positieve kritiek. En dat was ook de bedoeling van onze algemene beschouwing. Hoe kunnen we gezamenlijk, zo optimaal mogelijk, het laatste zelfstandige jaar van de gemeente Est volbrengen, waarbij we tevens goed in de gaten moeten houden hoe de lijnen uitgezet moeten worden om de toekomst van Est op vele terreinen veilig te stellen. Dat, meneer de voorzitter, is onze verantwoordelijkheid voor 1995. De ambtelijke problematiek is zeker na de besluitvorming van gisteren hoe gezamenlijke verantwoordelijkheid te noemen. Het oplossen ervan, dan wel de negatieve kanten zoveel mogelijk beperken, betekent ons inziens investeren in de toekomst. In blijvende aandacht van de stuurgroep, maar ook tegelijkertijd in munt om te komen tot oplossingen, lijkt ons van belang. Wederzijds begrip en solidariteit in deze is ons inziens niet voldoende. Er zal daadwerkelijk actie moeten worden ondernomen om de problemen op het ambtelijk gebied, het probleem op ambtelijk gebied in ieder geval te beperken. Ik wil er een vraag aan toevoegen, meneer de voorzitter. In hoeverre vindt het college 1 maart 1995 een haalbare kaart om de 3 ambtelijke apparaten in elkaar te voeren? Meneer de voorzitter, ons laatste stuk van algemene beschouwing ging over het afscheid nemen van een zelfstandige gemeente. Wij vonden dat het op een waarde die op vaste wijze moest gebeuren. Wij vinden dat om het even daarover met elkaar van gedachten te wisselen, zich hoofdzakelijk zal richten in de richting van de opmerkingen die zojuist door de heer Van der Zanden namens zijn fractie in de richting van het college zijn gemaakt. Hoewel ik daaraan vooraf ga, toch graag in de richting van samenwerking 90 en zijn belang wil zeggen dat wij ook in de sfeer en ook kritisch, positief kritisch, uw reacties hebben ontvangen en zal ik, nadat ik in de richting van de heer Van der Zanden, de fractie van de Zanden, heb gereageerd, een concrete vraag van de heer Van Gerwen beantwoorden met betrekking tot de gemeentelijke herindeling. Het college zit met het punt in de richting van de fractie van de Zanden en we hebben ons er eerder ernstig aangestoord, dat was met name toen de wethouder met betrekking tot de informatie ten aanzien van de jaarrekening tekst en uitleg gaf met betrekking tot de consequenties die eruit voortvloeien. De heer Van der Zanden heeft toen in deze raad bij de vaststelling van de jaarrekening op voor hem gebruikelijke, maar voor ons volstrekt ongebruikelijke wijze aangegeven hoe hij keek ten opzichte van het functioneren van de wethouder financiën in kader van wethouder Den Oude. En dat hij daar, en terecht, dat wordt ook niet bestreden, kritisch is ten aanzien van een administratieve fout die was gemaakt.
zich vervolgens daarover uitspreekt en zegt dan, dit is het, einde verhaal, punt. College, u kunt praten wat u wil, dit is mijn standpunt en ik weiger met u daar verder over van gedachten te wisselen. In die zin is het te betreuren dat de heer Van der Sande dat nu weer doet. Hij zegt, ik heb mijn verhaal, ik vind dat dat zo is en ik wens niet met het college daarover van gedachten te wisselen. Dat was nou allemaal niet zo vervelend, niet zo erg geweest, als meneer Van der Sande inhoudelijk en beleidsmatig het college kritisch zou volgen en tegelijkertijd een visie zou geven, een beleid zou aangeven, zoals hij of zijn fractie dat zou wensen. Nee, zegt meneer Van der Sande, ik geef alleen maar kritiek. Ik zeg alleen maar dat u het als college vreselijk verkeerd en fout hebt gedaan, zonder concreet aan te geven waar dat dan in beleidszin dan over gaat. Sluit vervolgens de boeken en gaat over tot de orde van de dag. Daarvan zegt het college, zo ga je in een raad niet met elkaar om. Een raad, daar voert je met elkaar vanuit verschillende visies een open dialoog. En die openingen zijn altijd, in al die jaren, althans dat ik hier als voorzitter heb mogen functioneren, ten volle aangegeven. En in die zin is ons verwachtingspatroon wat dat betreft wat bijgesteld, dat al die pogingen die het college heeft ondernomen om alle ruimte te geven, en de wethouder zal dat straks inhoudelijk onderbouwen, alle ruimte te geven om u nou eens te laten vertellen wat u waar ergens voor vindt, daar bent u nooit op in staat gebleken en heeft zich slechts beperkt tot een vingerwijzing van waar het college, en dat is ook door de wethouder recentelijk volmondig aangegeven, een boekhoudkundige, een administratieve fout is gemaakt. Niet in beleid. U haalt naar onze stelle overtuiging financieel beleid en een boekhoudkundige fout door elkaar. Het financieel beleid van dit college is goed en verantwoord en draagt zorg voor het beperken, voor de lasten voor de inwoner van ons dorp. Voor nu en in de toekomst. Als u zegt, ja, het college is bezig fouten te verdoezelen. Nee, dat doen we helemaal niet. Als dat zo zou zijn geweest, om maar eens dat te adstrueren, hadden we hier niet die discussie gehad, althans die mededeling gehad van uw kant, van dat er in de jaarrekening een onzorgvuldigheid zou hebben gezeten. U noemt dat steeds weer beleidsfouten. Het zijn geen beleidsfouten. En ook zeg ik daar dan maar weer nogmaals dat u niet in staat bent gebleken en erger nog niet bereid bent om aan te geven hoe u tegen zaken aankijkt. Ja, dan houdt het voor het college op. Dan zegt u ook, en dat is een bevestiging van datgene wat ik zojuist zei, en ik citeer u nu, dat u de verleiding kunt weerstaan, over de fraaie terminologie, ik moet straks maar eens even uitleggen wat u daar nou precies mee bedoelt, als u daartoe bereid bent, de verleiding kunt weerstaan om in te gaan op de reacties die het college op uw algemene beschouwing heeft gegeven. U stelt vragen, wij geven helder en duidelijk antwoord op vragen die u stelt, wij geven onze visie. En u zegt, nou, doe daar verder niks mee. En u vindt overigens dat enige verleiding daar wel aanwezig was. Misschien zou u in staat kunnen zijn ons duidelijk te maken wat u daar nou precies mee bedoelt. En de beantwoording is open, helder, zonder enige terughoudendheid ten aanzien van informatie. En er zit geen tenure in. U bent op een even juiste en correcte en volledige wijze beantwoord als ieder andere fractie. Dat is onze stijl, dat is het al jaren, dat is het nu. Maar u wilt het niet zien of u doet net alsof u het niet wilt zien voor het oog van de camera. Voor de verdere concrete beantwoording wil ik graag het woord geven aan de wethouder. Dank u wel, voorzitter. Ja, op de eerste plaats, voorzitter, heb ik geproefde waardering van zowel de fractie S Belang als de fractie Samenwerking 90
voor het beleid wat het college de afgelopen 4 jaar en ook de 4 jaren daarvoor gevoerd heeft. Met de beide fracties zijn wij van mening dat de financiële situatie van onze gemeente, die niet een rijke is, maar ook geen arme is, ons wel ingeeft dat we een aantal zaken nog moeten proberen af te werken. Zaken die we al een hele tijd op de rol hebben staan, die we ook heel belangrijk vinden. We hebben in onze begroting alleen aangegeven. Wij moeten nu pas op de plaats maken om de zaken af te werken die we met elkaar afgesproken hebben. De nieuwe zaken kunnen wij op dit moment zowel financieel als ook qua bezetting niet trekken. Mijn dank namens het college ook voor de ondersteuning die ik mag ondervinden van fractie S-Belang en samenwerking 90. Fractie van de Zanden. Ik had eigenlijk gehoopt om deze avond na een algemene beschouwing gehoord te hebben die het college, het totale college, niet erg welgevallig was. En vervolgens een reactie gegeven te hebben op alle vragen die gesteld zijn door de fractie van de Zanden. Dat we inderdaad konden zeggen, weg elkaar aankijken, Zand erover. Wij zijn nu samen met 3 partijen onderweg. Nog 1 jaar om in een nieuwe gemeente op te gaan. Het betoog wat de heer van der Zanden voert namens zijn fractie noopt mij echter toch tot opnieuw in te gaan op wat de fractie aangedragen heeft in zijn algemene beschouwingen. En eigenlijk dunnetjes of dik, hoe dat u dat ook wilt noemen, herhaald heeft in zijn reactie op onze beantwoording, zei het dat de fractie van de Zanden daar niet op concrete zaken wenst in te gaan. Als ik uw reactie en uw algemene beschouwing bekijk, dan proef ik daaruit een afkeer van het beleid van het college van BMW. En persoonlijk, als wethouder financiën, proef ik een behoorlijke afkeer van die wethouder financiën. Nergens, meneer de voorzitter, niet in de beschouwingen, niet in deze reactie, klinkt enige waardering door voor alle goede zaken die dit college samen met de raad en dus ook samen met de fractie van de Zanden in de voorbije 8 jaren in S tot stand hebben gebracht. Op het gebied van wonen, het gebied van werken, het gebied van voorzieningen, het gebied van de verkeersveiligheid, het gebied van de milieuzorg, natuur en landschap en voorzichtige aanzetten op het gebied van de recreatie. Waardering die ik wel vaak hoor als ik mijn oor te luisteren leg bij de doodgewone Essenaar, bij onze buurgemeente, bij willekeurige bezoekers van ons mooie dorpje S en zelfs waardering bij instanties als Stadsgewest en provincie. Nergens ook beluister ik in uw reacties enig begrip voor de qua bestuur en organisatie toch wel precaire situatie waarin S is komen te verkeren sinds de keuze voor vrijwillige samenvoeging met Haren en Helvoort. Een bewuste keuze, voorzitter, die we in de tijd gedaan hebben om het initiatief te kunnen houden in een onontkoombaar proces van gemeentelijke herindeling. Een keuze destijds gemaakt op initiatief nota bene van de fractie van de Zanden. En nu deze keuze die wij met z'n allen gemaakt hebben, naast de beoogde voordelen op de langere termijn die wij allemaal zien, ook organisatorische en financiële nadelen voor de huidige periode met zich meebrengt, doet uw fractie van de Zanden eigenlijk afbreuk aan uw destijds lofwaardige initiatief door nu slechts het college voor de wrange vruchten van dit moment verantwoordelijk te stellen. Nergens ook, meneer de voorzitter, bespeur ik enig inzicht
in het financiële rijden en zeilen van onze gemeente of van een gemeente. In een niet aflatende stroom spuit u in uw algemene beschouwingen, en u herhaalt dat in feite deze avond, kritiek op het financiële beleid, daarbij schijnbaar niet gehinderd door enige kennis van zaken. En opnieuw, meneer de voorzitter, dringt zich bij mij de vraag op, weet de fractie van de Zanden niet beter, of doet zij maar alsof? Om dat aan de fractie van de Zanden duidelijk te illustreren, toch een aantal saillante voorbeelden uit uw algemene beschouwingen die u vanavond eigenlijk onbesproken wilt laten. U pleit, of u klaagt, dat het Esseblad 2000 gulden subsidie misloopt. Uw partijgenoot, de heer Van de Heuvel, hoofdredacteur van het Esseblad, u moet toch weten dat er geen sprake is van een mislopen van een subsidie van 2000 gulden, want daarvoor in de plaats is een zakelijke overeenkomst tussen de gemeente en Esseblad gekomen die hetzelfde bedrag oplevert. U pleit voor een subsidie, een waarderingssubsidie voor de lokale omroep Loesch. Bij de vaststelling van onze nieuwe subsidieverordening, vorige maand in deze raad, is met geen woord gered over Loesch. Ons is nog steeds niets bekend van een eventuele subsidieaanvraag van Loesch. En uw partijgenoot, de heer Dobbelsteen, een van de programmamakers van Loesch, die zou u daar toch over hebben kunnen inlichten. In uw algemene beschouwingen twijfelt u aan het nut, de haalbaarheid van de herinrichting van het dorpsplein. Wat voor zin heeft het nou eigenlijk? Dat u uw fractiegenoten de heer Verbrugge laat deelnemen aan de kunstcommissie, als uw fractie eigenlijk niet van plan is om het dorpsplein herin te richten. U stelt vragen over omzetbelasting. Weet uw fractie niet meer dat de door u genoemde vergoeding omzetbelasting aan sportverenigingen een gevolg is van een fiscale constructie waarbij de gemeente BTW op de bouw van kleedaccommodatie kon terugontvangen van de belastingen? Initiator van deze operatie was destijds de heer Van den Aker, op dat moment partijlid van uw fractie. Eveneens schijnt u te zijn vergeten dat met betrekking tot de huur van de gymzaal bij de school een commissie onder voorzitterschap van nota bene uw eigen fractielid, de heer Verbrugge, een huurregeling maakte waarvan subsidiëring voor de plaatselijke sportverenigingen een logisch gevolg was. U wrijft het college aan dat we maar aantommen met bestemmingsplannen voor de woningbouw in zowel Vennakkers als bedrijventerrein Broxven, dus als Sint-Joris, wat dreigen grote gaten te vallen. U geeft het op geen enkele wijze aan hoe dat dan zou moeten gebeuren. U neemt maar aan als we wat tegenvallers hebben in Vennakkers, dat we dat ook meteen hebben in Broxven en het bestemmingsplan Sint-Joriszorg. U schuift het dan ook direct maar door op het bord van het college, alsof we daar als hele raad bij zijn. Nou, laat ik dan eens een keer iets terugschuiven. Was het destijds niet wethouder Van de Zanden die zorgde voor een niet te dragen last in het bestemmingsplan Vennakkers? De aankoop van een boerderij, die gratis bewoond mocht blijven, maar die wel voor een bedrag van 3,5 ton op de exploitatie van het bestemmingsplan bleef drukken. Ik ben bovendien ook de eerste geweest, de heer meneer Van der Zanden, om toe te geven dat een dubbeltelling van 140.000 gulden in de begroting 93 en 94, dat een stomme fout is. Stom, maar wel verklaarbaar. Maar nog het ambtelijk apparaat van hier, nog het college, inderdaad, nog de provincie, die ook nog goedkeuring heeft aan de begroting, en evenmin de fractie Van de Zanden hebben die stomme fout opgemerkt. Als u dan toch een schuldige aan wilt wijzen daarvoor, zouden we dan niet met z'n allen de schuldigen zijn en dus ook u?
U maakt ophef in de algemene beschouwingen. U koppelt daar weer aan een falend beleid van het college over een financieringstekort van 2/310 miljoen. Voor die 2/310 miljoen hoeven wij de burgers geen extra last op te leggen. Laat dat duidelijk zijn. Dekking voor dat tekort is al gevonden, wordt gevonden in inkomsten die wij al reeds hebben. Wanneer u, als financieel deskundige, iemand op basis van zijn inkomen een hypotheek voor de aankoop van een woning adviseert, doet zo iemand u dan ook denken aan de boeren van Olen? En tenslotte, meneer de voorzitter, om toch maar duidelijk te maken dat ik nog steeds denk dat de fractie in de Zandema doet alsof. Het heeft me ontzettend verbaasd dat u naar uw eigen zeggen zo lang in het duister hebt getast omtrent de grootte van de post onvoorzien en dat terwijl u dus 2 of 3 regels lager stonden dan de door u genoemde punt 921. Meneer de voorzitter, nogmaals de vraag, weet de fractie van de Zander niet beter of doet zij maar alles op? Het lijkt me eigenlijk een retorische vraag. En zoals u weet zit in een retorische vraag het antwoord alleen. Ik denk dat de fractie van de Zander doet alsof. Dat hij donders goed denkt. En daarom dringt zich bij mij een nieuwe vraag op, en die is niet retorisch. De grote vraag bij mij blijft: waarom? Waarom doet u alsof? En als ik daarop vanavond een antwoord zou kunnen krijgen, dan zou ik ook vanaf vandaag open en eerlijk met uw fractie in gesprek willen. En vanaf vandaag zouden we dan weer gezamenlijk met alle fracties de mogelijkheden voor rest en volle kunnen benutten, de moeilijkheden die opdoemen, gezamenlijk het hoofd kunnen bieden. Dank u wel voor. Goed. Dan ligt er de vraag met betrekking tot de haalbaarheid of dus een concrete vraag van de heer Kerm over 1 maart aanstaande de huisvesting van het ambtelijk apparaat onder 1 dak, dan al wel te bestaan, gerealiseerd kan worden. Om te beginnen wil ik daarom zeggen dat de huisvesting per 1 maart op zichzelf geen doel op zichzelf is. Dat is 1. Het doel is om op zo kort mogelijk termijn, en daar wordt in feite al geruime tijd aan gewerkt, de ambtelijke organisaties in de loop der tijd ten aanzien van concrete aanpak, concrete projecten geleidelijk aan in elkaar te laten schuiven. Een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste wijze van aanpak, omdat het spoedig is, de afstemming van de automatisering. Dat heeft prioriteit nummer 1. Dat heeft onder andere ook te maken met het financieel beheer. He, dat zijn de knelpunten waar wij hiermee te maken hebben, want anders om dat zo spoedig mogelijk in elkaar te schrijven. In de loop van dat traject gaan ambtenaren van de 3 gemeenten, laat ik dat maar plastisch uitdrukken, ook voortdurend en een toenemende regelmaat bij elkaar aan het bureau zitten. Dat betekent dat het proces van samenvoeging, van integratie van de 3+1, hè, dat is ook de TD, organisaties, al in feite gaande is, maar dat het nu na het besluit van gisteren met een versnelling over zullen. Overigens, om een voorbeeld te noemen, de afwikkeling van aanvragen in het kader van de wet milieubeheer worden al geruime tijd in dit huis door de ambtenaar van de technische dienst, zowel technisch als administratief juridisch, hier in dit huis via de computer verwerkt. Om maar een voorbeeld van te geven. En dan verder, het besluitvormingsproces gaat via de kanalen zoals die ertoe gebruikelijk zijn. Als je kijkt, is het praktisch haalbaar om op 1 maart aanstaande onder 1 dak te zitten? Het antwoord op dit moment zijn, dus het feitelijk onder 1 dak, is het antwoord 1 maart is praktisch niet haalbaar. Ik heb de consequenties daarvan in mijn eerste opmerking al nadrukkelijk gerelativeerd. En waarom is dat niet haalbaar? Nou, we zullen op
niet eerder dan op 2 februari aanstaande een besluit kunnen nemen. Want er zal een krediet moeten komen, de investeringen, de noodvoorziening enzovoort. Nou, dat moet voor goedkeuring naar GS. Nou. Dat zou ook een bepaalde periode overgaan. Dus op zijn vroegst 2 februari. En dan zullen materialen besteld moeten worden enzovoort. Nou, dan dat vraagt ook enige termijn. Ja. Dan ben je dus, zit je tegen het zomerreces aan. Dat doet overigens niets af aan het integratieproces op zichzelf. Nou, daarna natuurlijk ook optimalisering van de benutting van de per definitie beperkte beschikbare middelen. Dus als je die middelen niet ter beschikking zijn, de huisvesting kost ook vandaag de dag geld, optimaal kunt inzetten voor de definitieve keuze van een huisvesting en de termijn van tijdelijke huisvesting zo kort mogelijk kan laten zijn, dan denk ik dat je op een uitermate financieel beleidsmatig, meneer Van der Zanden, uitermate verantwoorde wijze bezig bent om met de beschikbare middelen die er zijn op zo kort mogelijk termijn een optimale huisvesting met ambtelijk apparaat te realiseren. Op deze wijze proberen wij zeer zorgvuldig met de beschikbare middelen om te gaan. Dat betekent, we zouden eerst... Ja, de goedkeuring van GS, hè, ten aanzien van de kredieten die verstrekt moeten worden voor tijdelijke huisvesting en voor eventueel apparatuur, want Helpert heeft een heel andere apparatuur als HNS begrepen. Ja. Kan GS daar nog goedkeuring aan onthouden, omdat bijvoorbeeld de Eerste Kamer nog geen besluit heeft genomen? Nee hoor, dat is verder geen belemmering. Nee, kijk, de aard van het voorstel moet natuurlijk zo zijn dat het gericht is op de samenvoeging en dan is het per definitie dus dan is het geen probleem. Wij waren voornemens om op 8 december jongstleden definitief beslissing te nemen over de huisvesting. Maar vanwege de hoorzitting in Den Haag, vooruitlopend op het debat van gisteren, is die gegaan en is gezegd. En die is nu gepland voor 10 of 11? 10 januari. Dus dan zal in volgorde dan keuze ten aanzien van definitieve huisvesting en dan de termijn van de tijdelijke huisvesting daaraan op aansluit. En dan zorgen dat de tijdelijke huisvesting zo tijdig, zo kort mogelijk is, ook om de middelen die er zijn optimaal te kunnen inzetten voor de definitieve huisvesting. Maar als u mij, hè, dan moet ik weer heel helder en duidelijk antwoord geven, ik zie en het college ziet niet dat op 1 maart feitelijk onder één dak zit. Maar wel geïntegreerd gewerkt zal. Maar dat heeft wel beperkingen, zo, nou, er zou ook meer heen en weer gereisd moeten worden tussen de 3 gemeenten. Maar dat, ja, dat zijn dan zo. Dat wat het college betreft in de eerste reactie op uw opmerking met betrekking tot de vaststelling van de begroting. Wie mag ik voor tweede termijn het woord geven? Ja, de heer Verbrugge. Maar ik ben waarschijnlijk alleen. Meneer Van der Zanden heeft geen behoefte aan een reactie? Ja, ik heb zeker behoefte aan een reactie. Maar ik laat me even het eerste woord, ik kom er direct op terug. Voorzitter. Wethouder Nauwens merkt op, de fractie van de Zander doet alsof. Eigenlijk heb je daar een beetje gelijk in. Maar dat heeft natuurlijk een reden. Dat doen wij niet zomaar. De voorzitter heeft ook gezegd, zo ga je niet met elkaar om. Nou, dat vinden wij eigenlijk al jaren dat het zo niet kan. Maar het gebeurt wel, voorzitter. U zegt dat u alles in het werk stelt om alles duidelijk te maken en iedereen erbij te trekken. Onze ervaringen daarover, die zijn duidelijk anders. En die hebben ervoor gezorgd dat we niet met elkaar omgaan zoals we met elkaar om zouden moeten gaan. Mag ik u interrumperen? Waar maakt u dat uit op? Uit de woordstelling, uit de benadering zoals u ons benadert. Het gaat er mij om, ik kijk naar de laatste jaren. Ik kijk met name naar de instelling van de Commissie Algemene Zaken. Ik kijk met name naar de wijze waarop het college conceptvoorstellen en alles wat er maar eventueel gaande is in de commissie, waar je bedoeling is om met alle openheid ten aanzien van de ruimte geven voor gedachten en ideeën van met name voor degenen die niet in het college vertegenwoordigd zijn, daar heeft die commissie functie voor. Ik kan me niet herinneren dat er één moment is geweest. En overigens, de heer Van Gerven heeft dat recentelijk nog aangegeven met betrekking tot de subsidieverordening. Dat u in die commissie, waar u alle ruimte krijgt als u er bent, om uw visie, uw gedachten kenbaar te maken, u laat dat constant en voortdurend na. Dan kunt u niet verwachten van het college
dat wij op een of andere dat we gaan opbellen bij het samenstellen van en opstellen van een raadsel van meneer Van der Zanden, meneer Verbrugge, heeft u misschien nog een ideetje wat je mee kunt nemen? Nee, daar is die commissie voor. Ik wil even interpreteren, voorzitter. U doet dan op de subsidie. Nee, ik bedoel, ik ben toevallig niet op de subsidie geweest. Ik heb inhoudelijk op de commissievoorzitterenvergaderingen heb ik inhoudelijk kenbaar gemaakt. Jongens, zouden we dat zo willen doen? Heeft u een opmerking gemaakt over subsidie voor Loes? Om er iets te noemen? Ik was niet op die vergadering van de commissievergadering. Heeft uw fractiegenoot dat gedaan? Nee. Dat is niet gebeurd. Nee. En dan moeten we niet verontwaardigd zijn. Voorzitter, heel erg een voorbeeld. Gaat u verder? Naar recente feiten. Ja, u suggereert iets en dat blijkt dus niet juist te zijn. Ja, dat vindt u, maar onze ervaring is duidelijk anders. Deze korte interruptie geeft het nadrukkelijk aan. Meneer Verbrugge, wat het nadrukkelijk aangeeft, loopt met elkaar gaan, is de opmerking van wethouder Den Oude, die refereert aan het plan achter de kerk, waar toen de tijd door wethouder Van der Zanden, nota bene, plannen binnengehaald zijn die te duur zouden zijn. Maar dan wil ik me toch wel even herinneren dat daar na een periode van 7 jaar, dat er S niet gebouwd is geworden, de wethouder Van der Zanden toen een doorbraak bereikt is waar iedereen verdomde blij mee was, dat we eindelijk van 7 jaar weer eens woningen kunnen bouwen. Dat geeft toch enigszins weer op welke wijze u ons wilt benaderen. Wie voert het woord namens de fractie? U zegt dat nu verkeerd, meneer Breuk. Zou de vergadering even schorsen dat u even onderling met elkaar kunt afstemmen? Laten we dan verder gaan op de plan achter de kerk. Dus achter de kerk denk ik in 7, 8 jaar nooit gebouwd. S komt nergens naartoe. Meneer Van der Wint, wilt u ter zake blijven? Ik wil het niet uitblijven. Ik meen zelfs dat ik nog zelfs geen wethouder was. Dat uiteindelijk de college van BW niet in staat was om nog binnen te komen bij de familie Sterks. Om grond aan te komen. Ik ga dit is bij aan de orde. Nee. Dit is niet aan de orde. En dan ook het verhaal wat wethouder zegt, die boerderij is zo duur op de grond, moet geactiveerd worden en goede kop verkocht. Dat is het voorstel. Ik wist van de plees van BMW en niet ik van ga, de raad. Het gaat erom. Want wanneer er ook al een goede uitslag gaat, nee. Je moet blij zijn dat het achter de kerk gaat. Het gaat erom. Maar misschien nog niks gestart. Het gaat om het volgende. En dat is wat de wethouder zegt. Luister nou even. Ja. Het gaat om het volgende. De wethouder reageert op uw stelling dat het financieel beleid van het college faalt. Want alles kost zoveel geld. Hij zegt om te beginnen, u toont dat niet aan, u suggereert het een en ander zonder, en u zegt zelf dat u daar niet eens toe bereid bent, zonder aan te geven waar het nou precies om gaat. Als u dat niet doet, dan kan het college dat niet beantwoorden. Voorzitter, bijvoorbeeld zegt de wethouder, er zijn omstandigheden en situaties die verklaarbaar zijn en verdedigbaar zijn in bepaalde tijd, die financiële consequenties hebben. Dat is een beleidskeuze en daar zitten we allemaal bij. Zo hebben we ook bij de exploitatie van Vernakkers en Achter de Kerk gezeten. Hebben we allemaal bij gezeten. Dat heeft verstrekkende financiële repercussies gehad voor de begroting. Dit college heeft die extra last, die nog steeds vanuit dat verleden op de algemene dienst zat, weggepoetst. Ik wil dat ook even in uw herinnering brengen. Dat is helemaal in uw richting geen verwijt wat de wethouder zegt. Hij zegt, er zijn omstandigheden en situaties waarin dus een extra last voor rekening van de gemeente komt. Onbepaalde omstandigheden. En wij zijn er met z'n allen verantwoordelijk voor. Dat is zijn betoog. En dat geldt voor keuzes, beleidskeuzes, financiële keuzes, vandaag de dag evenzeer. En daar zitten we allemaal bij. We kunnen het allemaal zien. We weten precies wat de consequenties zijn. En daar waar zaken veranderen, wordt hij daar onherroepelijk en volledig over geïnformeerd. Meneer Verbrugge, u mag verder. Voorzitter, ik was er nog eens niet zo ver gekomen als u daar was. Ik was nog steeds weer u uit te leggen waarom de teneurstelling, waarom de woordstelling zo is, waarom we zo met elkaar communiceren. En ik heb begrepen dat u het anders denkt. Wij ervaren het zoals wij het weergegeven hebben, voorzitter. Ik heb ook al in de inleiding een brief geschreven dat de poging die we daartoe hebben ondernomen en de verwachtingen ter zake hebben bijgesteld. Goed, eventjes toch inhoudelijk op enkele punten, voorzitter. Want anders wordt het een verwarrend verhaal. Wethouder Nou zegt ook, ja, waarom maakt u nog opmerkingen over herrichting richting dorpplan? Waarom? Omdat we toen bij de besluitvorming ook opmerkingen over hebben gemaakt. toen gezegd hebben. Daarom vind ik het eigenlijk jammer dat we het plan vandaag niet hebben kunnen behandelen. Van mensen, ja, moet het nou wel?
moet dat zoveel zijn? Mogen we kritisch zijn als we weinig geld hebben en het kost veel om ons enige luxe te kunnen permitteren? Moeten we ons dan niet die luxe permitteren? Ik denk dat het dus goed recht is, zelfs plicht is, om dan, wanneer je vindt dat het zo is, om daar terug te komen, daar kritisch naar te kijken. Maar dat ontneemt u het. BTW-verhaal. Nee, dat is toch niet waar? Dat wordt u helemaal niet ontnomen. Wat wordt u ontnomen dan? Waarom dan de opmerking, de opmerking van de wethouder, waar wij daar weer op terugkomen? Waarom die sneer? Nee, het wordt niet ontnomen. U bent, het, nogmaals, is in het verlengde wat ik zojuist zei. Dus, en dat is steeds, en dat is overigens een voorbeeld, bewijzen dat ook, steeds zegt het college, fractie van de Zander, kom erbij, wij willen u mede verantwoordelijk maken voor het hele verhaal. Goed. En dan bent u dat ook, en dan zijn wij dat ook. En dan doen we dat, en dan... Nee, en dan zegt u vervolgens, ja, college, doet het zo verkeerd. We zitten er toch allemaal bij? We zitten de wethouder in oude gebruik ook, of u de woorden van afkeren, afkeer van uw beleid, nou... Ik denk niet dat we het zo weergegeven hebben. We hebben terecht een forse kritiek geleverd op het financiële beleid. Waarom? Waarom? Omdat we gewoon vinden dat we ondanks forse verhogingen die de burger op zich gehad heeft, ondanks die forse verhogingen, we toch geen ruimte hebben meer om te investeren. Terwijl we dat eerst wel hadden. Nou, potverteren wil ik dat eigenlijk natuurlijk niet noemen, maar het tekent toch dat er duidelijk iets meer aan de hand is. En dan zegt u natuurlijk niet ten onrechte, van we krijgen dan wat meer geld van de overheid, maar we moeten er beschikkelijk veel meer voor doen. Ja, maar als u dat zegt... betekent dus dat elke gemeente straks geen ruimte heeft meer om te investeren. Nou, wij ervaren nou, dat. Kijk maar naar de buurgemeente, dus daar staat de bol van. Ik zeg hier toch wel moeilijk, maar dat zou ook niet betekenen over. En ik heb bezwaar tegen. Ik zet er toch op in. Ik heb bezwaar tegen uw suggestie dat wij iets verbergen. En dat het ergens op een of andere manier geld. Ja, u zegt dat, want het is niet helder. U bent potverteren en u houdt iets achter. Hoe kan het, u zegt, hoe kan het dat er geen ruimte is meer voor investeringen? U bent op enige wijze bent u aan het potverteren. Dat is wat ik u wil zeggen. Nee, ik zeg, ik wil het woord potverteren niet gebruiken. Dat zei u toch? Dat zei ik, ja, dat ik het woord niet wil gebruiken. Dat heb ik gezegd. Dat ik het niet wil gebruiken? Dat ik het niet wil gebruiken. Dus moet je dat niet doen. Goed. Maar wij ervaren, voorzitter, dan toch dat er inderdaad, laat ik zo zeggen, dat wij ons kritisch opstellen bij dat financiële beleid. En ik denk dat we daar dan ook wel reden voor hebben. Maar noem dat dan eens. Ja, waarom? Waar gaat het dan over? Dat betekent dus dat we ondanks dat we voorheen, ik denk toch redelijk florerende gemeente waren, thans moeten constateren dat het in versneld tempo minder wordt. En het antwoord van het college is, om daar niet, maar om toch maar wel in herhalingen te vervallen, het is een wonder dat pas nu... Op dit moment, en niet al jaren eerder, een bepaalde vorm van lastenverzwaring voor de burger. Overigens over de hele linie in het hele land, wat gemeente betreft. Wij hebben dat intern opgelost. Maar wel zeer verantwoord ten aanzien van exploitatie van voorziening en instandhouding ervan voor de verdere termijn. En nu komt dat, het komt onvermijdelijk een keer. Alleen we zijn in staat geweest om dat heel lang intern, met name door forse inkrimping van het ambtelijk apparaat, daar hebben we ook gezamenlijke consequenties voor gedragen, dat weten we allemaal. Daar zit het opvangen van de gaten die zijn gekomen door een wijziging van de gemeentefondsuitkering enzovoort. Overigens bent u tot op dit moment nog steeds niet in staat concreet aan te geven waar uw opvatting, zeg het nou dan kunnen we er iets mee, maar dat doet u niet. Naar waar uw opvatting dan een onverantwoorde wijze en of op een andere wijze naar uw opvatting een financiële beleid zou dienen te worden. U geeft dat niet aan. We hebben bij herhaalde maal in de vorige beschouwing gezegd, voorzitter, dat wij een andere verdeling van de gelden zouden, zodat de lasten van de burger minder zouden worden. Ja, we hebben bij herhaalde maal bij de onze vraagtekens gezet of we die investeringen zouden kunnen permitteren. Welke? Onder andere laatst ook nog bij het 30 kilometer plan. Hebben wij onze vraagtekens gezet. Mensen, inderdaad, de situatie is niet ideaal, maar kunnen wij ons permitteren dat wij daar die plannen gaan, of alleen al de plannen gaan ontwikkelen en uitvoeren, denken wij zeker niet. U bevestigt dat er geen geld is voor het uitvoeren van de plannen die ontwikkeld zijn. Nou, maar het komt er wel op neer de komende jaren. En zo hebben wij bij herhaalde malen voor. Ja, maar u had weer dingen door. Het regulering buitengebied, toen dat er aan de orde kwam, toen hebben wij toch al meteen gezegd, mensen, dit is toch een onhaalbare zaak.
zelfs in het regeren of in het overleg over het regeerakkoord, wat er tegen besproken is met beide andere fracties, is dat aan de orde geweest. Ja, wat wilt u daar nou mee zeggen dan? Hebben wij bij herhaal duidelijk gemaakt dat het gewoon een zaak was die niet betaald kon worden. Ondanks dat wij dikwijls kritiek gehad hebben, zijn er toch bepaalde zaken geïnvesteerd waarvan wij vonden dat ze onverantwoord waren op dat moment. Dat er andere keuzes gemaakt hadden moeten worden. Welke investeringen hebben een onevenredige lastenverzwaring voor de S-burgers opgeleverd? Kunt u dat aangeven? Nee, op dit moment kan ik dat niet. Nee, nou, precies. En even terug te komen op de riolering buitengebied. Daar komen wij nog met een voorstel. Wij weten dat het ontiegelijk moeilijk zal zijn. Bij het jaar 2005, als de mensen die er wonen niet meer mogen lozen op het oppervlaktewater, zullen wij toch degene zijn die de voorstellen aan moeten dragen. En als ze voorstellen aandragen, dan kunnen jullie daar je visie op geven. En daar komen wij misschien nog wel uit. Meneer Verbrugge, we hebben u fors geïnterpreteerd, u kunt dat eigenlijk begrijpen. Ja, inderdaad. Maar mag ik zou toch nu voluit de gelegenheid willen geven verder te reageren. Ja, maar als ik interpreteer, voorzitter, is mijn verhaal eigenlijk niet meer zo erg lang. Maar u nodigt ons uit, u dwong ons eigenlijk toch een reactie te geven over investeringen, over het meerjaren investeringsplan. Want er is geen ruimte om te investeren en er was een verlanglijstje. Voorzitter, dan wanneer je geen geld hebt en je wilt toch investeren, dan kun je daar proberen twee manieren voor te verzinnen. De ene manier is een herschikking. Dus een herschikking van de genomen besluiten te bewerkstelligen. Waarbij wij ons afvragen of we een discussie houdend zouden kunnen gaan of we dan wel de verplaatsing van de langdeelschuur uit moeten stellen. Want dat ding is per slotvergadering op te slaan. Ten voordele van het nut van het opknappen van en de afwerking van de Willy Bordes en de Antoniusweg. Een andere manier, voorzitter, zou kunnen zijn dat we op een andere manier proberen gaan middelen voor te krijgen waarbij een opmerking die gemaakt is van samenwerking. Nee, verkoop van bossen natuurlijk ook nog zou kunnen betekenen. Verkoop van de gemeente loodsen, verkoop van het bestaande raadhuis, dan wel gemeentehuis. Kortom, voorzitter, daar zou een discussie waar u op doelde over gevoerd kunnen worden. Tweede punt. Een tweede mogelijkheid, voorzitter, die herziening zou kunnen betekenen, is het sportcomplex. Onlangs hebben wij besluit genomen tot aankoop van 5000 vierkante meter ten behoeve van 1000 vierkante meter van de handbalvereniging en is er besloten om uitbreiding van het tenniscomplex te bewerkstelligen. Wij denken dat met de laatste aankoop, mogelijkerwijs de eerste aankoop, dan wanneer dat er nog kan, ondergedaan gemaakt kan worden. Wanneer wij een herrangschikking van bepaalde functies van het sportveldencomplex bewerkstelligen, dan zou dat betekenen dat de aankoop van de grond voor uitbreiding van het tennisveld niet noodzakelijk is en die binnen het sportveldencomplex zoals het nu ligt gerealiseerd zou kunnen worden. Dat voor zich betreffende de meerjaren investeringen. Even het laatste, wilt u dat nog even duidelijk maken wat u daar voorstelt? Van de 5000 vierkante meter die we aangekocht hebben voor de handboog, ja, is 1000 meter nodig, 4000 meter blijft over. Ja. Van die 4000 meter kun je andere zaken opzetten. Kun je bijvoorbeeld een parkeerterrein opmaken. En kun je van daaruit een verbinding maken met het tenniscomplex. Zodat je op het huidige parkeerterrein van het tenniscomplex twee banen aan kan kunnen leggen. Waar denk ik de tennisvereniging heel blij mee zou zijn. Dat ze dan aansluiten tegen aan de bestaande veld. Mits een en ander nog realiseerbaar is of er geen aankopen gedaan zijn. Dit snap ik even niet. Goed, ja, ik snap. Ja, gaat u verder. Voorzitter, onze opmerking over de onduidelijkheid in van de zanden, die zorgde voor een niet te dragen last in het bestemmingsplan Venakkers. De aankoop van een boerderij, die gratis bewoond mag blijven, maar die wel voor een bedrag van 3,5 ton op de exploitatie van het bestemmingsplan bleef drukken. Ik ben bovendien ook de eerste geweest, meneer Van der Zanden, om toe te geven dat een dubbeltelling van 140.000 gulden in de begroting 93 en 94, dat een stomme fout is. Stom, maar wel verklaarbaar. Maar nog het ambtelijk apparaat van hier, nog het college, inderdaad,
staat, nog de provincie, die ook nog goedkeuring heeft aan de begroting, en evenmin de fractie van de Zanden hebben die stomme fout opgemerkt. Als u dan toch een schuldige aan wilt wijzen daarvoor, zouden we dan niet met z'n allen de schuldigen zijn, en dus ook u? U maakt ophef in de algemene beschouwingen. U koppelt daar weer aan een falend beleid van het college over een financieringstekort van 2/10 miljoen. Voor die 2/10 miljoen hoeven wij de burgers geen extra last op te leggen. Laat dat duidelijk zijn. Dekking voor dat tekort is al gevonden, wordt gevonden in inkomsten die wij al reeds hebben. Wanneer u, als financieel deskundige, iemand op basis van zijn inkomen een hypotheek voor de aankoop van een woning adviseert, doet zo iemand u dan ook denken aan de boeren van Olen? En tenslotte, meneer de voorzitter, om toch maar duidelijk te maken dat ik nog steeds denk dat de fractie van de Zanden maar doet alsof. Het heeft me ontzettend verbaasd dat u naar uw eigen zeggen zo lang in het duister hebt getast omtrent de grootte van de post onvoorzien en dat terwijl u dus 2 of 3 regels lager stonden dan de door u genoemde punt 921. Meneer de voorzitter, nogmaals de vraag, weet de fractie van de Zanden niet beter? Of doet zij maar alles af? Het lijkt me eigenlijk een retorische vraag. En zoals u weet zit in een retorische vraag het antwoord alleen. Ik denk dat de fractie van de Zanden doet alsof. Dat die donders goed denkt. En daarom dringt zich bij mij een nieuwe vraag op en die is niet retorisch. De grote vraag bij mij blijft waarom? Waarom doet u alsof? En als ik daarop vanavond een antwoord zou kunnen krijgen, dan zou ik ook vanaf vandaag open en eerlijk met uw fractie in gesprek willen. En vanaf vandaag zouden we dan weer gezamenlijk met alle fracties de mogelijkheden voor rest en volk kunnen benutten, de moeilijkheden die opdoen, gezamenlijk het hoofd kunnen bieden. Dank u wel voor. Goed. Dan ligt er de vraag met betrekking tot de haalbaarheid of het is een concrete vraag van de heer Kerk voor 1 maart aanstaande de huisvesting van het ambtelijk apparaat onder 1 dak, dat al wel toegestaan is, gerealiseerd kan worden. Om te beginnen wil ik daarom zeggen dat de huisvesting per 1 maart op zichzelf geen doel op zichzelf is. Dat is 1. Het doel is om op zo kort mogelijk termijn, en daar wordt in feite al ruim tijd aan gewerkt, de ambtelijke organisaties in de loop der tijd ten aanzien van concrete aanpak, concrete projecten, geleidelijk aan in elkaar te laten schuiven. Een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste wijze van aanpak, omdat het spoedig is, de afstemming van de automatisering. Dat heeft prioriteit nummer 1. Dat heeft onder andere ook te maken met het financieel beheer. He, dat is de knelpunten waar wij hiermee te maken hebben, want anders om dat zo spoedig mogelijk in elkaar te schrijven. In de loop van dat traject gaan ambtenaren van de 3 gemeenten, laat ik dat maar plastisch uitdrukken, ook voortdurend en een toenemende regelmaat bij elkaar aan het bureau zitten. Dat betekent dat het proces van samenvoeging, van integratie van de 3+1, hè, dus ook de TD, organisaties, al in feite gaande is, maar dat het nu na het besluit van gisteren met een bestelling over zullen. Om een voorbeeld te noemen, de afwikkeling van aanvragen in het kader van de wet milieubeheer worden al geruime tijd in dit huis door de ambtenaar van de technisch dienst, zowel technisch als administratief juridisch, hier in dit huis via de computer verwerkt. Om maar een voorbeeld van te geven. En dan verder, het besluitvormingsproces gaat via de kanalen zoals die ertoe gebruikelijk zijn. Als je kijkt, is het praktisch haalbaar om op 1 maart aanstaande onder 1 dak te zitten?
die antwoord op dit moment zijn, het feitelijk onder één dak, is het antwoord 1 maart is praktisch niet haalbaar. Ik heb de consequenties daarvan in mijn eerste opmerking al nadrukkelijk gerelativeerd. En waarom is dat niet haalbaar? Nou, we zullen niet eerder dan op 2 februari aanstaande een besluit kunnen nemen, want er zal een krediet moeten komen, de investeringen, de noodvoorziening enzovoort. Nou, dat moet voor goedkeuring naar de GS. Nou, daar zal ook een bepaalde periode over gaan, dus op zijn vroegst 2 februari. En dan zullen materialen besteld moeten worden enzovoort. Nou, dan dat vraagt ook enige termijn. Ja, dan ben je dus, zit je tegen het zomerreces aan. Dat doet overigens niets af aan het integratieproces op zichzelf. Nou, daarna natuurlijk ook optimalisering van de benutting van de per definitie beperkte beschikbare middelen. Dus als je die middelen niet ter beschikking zijn, want de huisvesting kost ook vandaag de dag geld, optimaal kunt inzetten voor de definitieve keuze van een huisvesting en de termijn van tijdelijke huisvesting zo kort mogelijk kan laten zijn, dan denk ik dat je op een uitermate financieel beleidsmatig, meneer Van der Zanden, uitermate verantwoorde wijze bezig bent om met de beschikbare middelen die er zijn op zo kort mogelijk termijn een optimale huisvesting en ambtelijk apparaat hebt gerealiseerd. Op deze wijze proberen wij zeer zorgvuldig met de beschikbare middelen om te gaan. Dat betekent, we zouden eerst de goedkeuring van GS, hè, ten aanzien van de kredieten die verstrekt moeten worden voor tijdelijke huisvesting en voor eventueel apparatuur, want Helpert heeft een heel andere apparatuur als HNN begrepen. Kan GS daar nog goedkeuring aan onthouden, omdat bijvoorbeeld de Eerste Kamer nog geen besluit heeft genomen? Nee hoor, nee, dat is verder geen belemmering. Nee, kijk, de aard van het voorstel moet natuurlijk zo zijn dat het gericht is op de samenvoeging en dan is het per definitie dus dan is het geen probleem. Wij waren voornemens om op 8 december jongstleden definitief beslissing te nemen over de huisvesting. Maar vanwege de hoorzitting in Den Haag, vooruit al het debat van gisteren, is die vergadering is gezet. En die is nu gepland voor 10 of 11? 10 januari. Dus dan zal in de volgorde van keuze ten aanzien van definitieve huisvesting en dan de termijn van de tijdelijke huisvesting daaraan op aansluiten. En dan zorgen we dat de tijdelijke huisvesting zo tijdig, zo kort mogelijk is, ook om de middelen die er zijn optimaal te kunnen inzetten voor de definitieve huisvesting. Maar als u mij, hè, dan moet ik heel helder en duidelijk antwoord geven, ik zie en het college ziet niet dat op 1 maart feitelijk onder één dak zit. Maar wel geïntegreerd gewerkt zal. Maar dat heeft wel beperkingen, zo, nou, er zal wat meer heen en weer gereisd moeten worden tussen de 3 gemeenten. Maar dat, ja, dat zei dan zo. Dat wat het college betreft in de eerste reactie op uw opmerking met betrekking tot de vaststelling van de begroting. Wie mag ik voor tweede termijn het woord geven? Ja, de heer Verbrugge. Maar ik ben waarschijnlijk alleen. Meneer Van der Zanden heeft geen behoefte aan een reactie? Nee, ik heb zeker behoefte aan een reactie. Maar ik laat even het eerste woord, ik kom er direct op terug. Voorzitter. De wethouder nou, merkt op, de fractie van de Zanden doet alsof. Eigenlijk heb je daar een beetje gelijk in. Maar dat heeft natuurlijk een reden. Dat doen wij niet zomaar. De voorzitter heeft ook gezegd, zo ga je niet met elkaar om. Nou, dat vinden wij eigenlijk al jaren dat het zo niet kan. Maar het gebeurt wel, voorzitter. U zegt dat u alles in het werk stelt om alles duidelijk te maken en iedereen bij te trekken. Onze ervaringen daarover, die zijn duidelijk anders. En die hebben ervoor gezorgd dat we niet met elkaar omgaan zoals we met elkaar om zouden moeten gaan. Mag ik u interrumperen? Waar maakt u dat uit op? Uit de woordstelling, uit de benadering zoals u ons benadert. Het gaat er mij om, ik kijk naar de laatste jaren. Ik kijk met name naar de instelling van de Commissie Algemene Zaken. Ik kijk met name naar de wijze waarop het college conceptvoorstellen en alles wat er maar eventueel gaande is in de commissie, waar je bedoeling is om met alle openheid ten aanzien van de ruimte geven voor gedachten en ideeën van met name voor degene die niet in het college vertegenwoordigd zijn. Daar heeft die commissie functie voor. Ik kan me niet herinneren dat er één moment is geweest. En overigens, de heer Van Gerven heeft dat recentelijk nog aangegeven met betrekking tot de subsidieverordening. Dat u in die commissie
waar u alle ruimte krijgt, als u er bent, om uw visie, uw gedachten kenbaar te maken. U laat dat constant en voortdurend na. Dan kunt u niet verwachten van het college dat wij op een of andere dat we gaan opbellen bij het samenstellen van een opstellen van een raad van meneer Van der Zanden, meneer Verbrugge, heeft u misschien nog een ideetje wat je mee kunt nemen. Nee, daar is die commissie voor. Ik wil even interpreteren, voorzitter. U doet dan op de subsidie. Nee, ik bedoel, ik ben toevallig niet op de subsidie geweest. Ik heb inhoudelijk op de commissievoorzittersvergaderingen heb ik inhoudelijk kenbaar gemaakt. Jongens, zouden we dat zo willen doen? Heeft u een opmerking gemaakt over subsidie voor Loes? Om er nee, iets te ik noemen? Ik was niet op die vergadering van de commissievergadering. Heeft uw fractiegenoot dat gedaan? Nee. Dat is niet gebeurd. Nee. En dan moeten we niet verontwaardigd zijn. Voorzitter, gaat u verder naar recentere feiten. Ja, u suggereert iets en dat blijkt dus niet juist. Maar onze ervaring is duidelijk anders. Deze korte interruptie geeft het nadrukkelijk aan. Meneer Verbrugge, wat het nadrukkelijk aangeeft, vroeg met elkaar gaan, is de opmerking van wethouder Den Oude, die refereert aan het plan achter de kerk, maar toen een tijd door wethouder Van der Zanden, nota bene, plannen binnengehaald die te duur zouden zijn. Maar dan wil ik me toch wel even herinneren dat daar na een periode van 7 jaar dat er S niet gebouwd is geworden, de wethouder Van der Zanden toen een doorbraak bereikt is waar iedereen verdomde blij mee was dat we eindelijk na 7 jaar weer eens woningen kunnen bouwen. Dat geeft toch enigszins weer op welke wijze u ons wilt benaderen. Wie voert het woord namens de fractie? Ik zeg dat niet verkeerd. Het is zo. Zou de vergadering even schorsen dat u even onderling met elkaar kunt afstemmen? Laten we verder gaan op de plan achter de kerk. Huh? Dus achter de kerk denk ik in 7, 8 jaar nooit gebouwd. S komt nergens naartoe. Meneer Van der Wilt u wilt u ter zake blijven? Ik wil het niet uitblijven. Ik meen zelfs dat ik nog zelfs geen wethouder was. Dat uiteindelijk het college van BW niet in staat was om nog binnen te komen bij de familie Sterks. Om grond aan te komen. Ik ga dit is bij de orde. Nee. Dit is niet aan de orde. En dan ook het verhaal wat wethouder Raad zegt, die boerderij is zo duur op de grond, moet geactiveerd worden en goedkoop verkocht. Dat is het voorstel. Ik wist van het college van BMW en niet van de Raad. Het gaat erom. Want wanneer er ook al goed uit de slot gaat, je moet blij zijn dat het achter de kerk gemaakt is. Maar misschien nog niks gestart. Het gaat om het volgende. En dat is wat de wethouder zegt. Luister nou even. Ja. Het gaat om het volgende. De wethouder reageert op uw stelling dat het financieel beleid van het college faalt. Want alles kost zoveel geld. Hij zegt om te beginnen, u toont dat niet aan, u suggereert het een en ander zonder, en u zegt zelf dat u daar niet eens toe bereid bent, zonder aan te geven waar het nou precies om gaat. Als u dat niet doet, dan kan het college dat niet beantwoorden. Voorzitter, bijvoorbeeld zegt de wethouder, er zijn omstandigheden en situaties die verklaarbaar zijn en verdedigbaar zijn in bepaalde tijd, die financiële consequenties hebben. Dat is een beleidskeuze en daar zitten we allemaal bij. Zo hebben we ook bij de exploitatie van Vernakkers en Achter de Kerk gezeten. Hebben we allemaal bij gezeten. Dat heeft verstrekkende financiële repercussies gehad voor de begroting. Dit college heeft die extra last, die nog steeds vanuit dat verleden op de algemene dienst zat, weggepoetst. Ik wil dat ook even in uw herinnering brengen. Dat is helemaal in uw richting geen verwijt wat de wethouder zegt. Hij zegt, er zijn omstandigheden en situaties waarin dus een extra last voor rekening van de gemeente komt. Onbepaalde omstandigheden. En wij zijn er met z'n allen verantwoordelijk voor. Dat is zijn betoog. En dat geldt voor keuzes, beleidskeuzes, financiële keuzes, vandaag de dag evenzeer. En daar zitten we allemaal bij. We kunnen het allemaal zien. We weten precies wat de consequenties zijn. En daar waar zaken veranderen, wordt hij daar onherroepelijk en volledig over geïnformeerd. Meneer Verbrugge, u mag verder. Voorzitter, ik was er nog eens niet zo ver gekomen als u daar was. Ik was nog steeds proberen u uit te leggen waarom de teneurstelling, waarom de woordstelling zo is, waarom we zo met elkaar communiceren. En ik heb begrijpen dat u het anders denkt. Wij ervaren het zoals wij het weergegeven hebben, voorzitter. Ik heb ook al in de inleiding de brief geschreven dat de pogingen die we daartoe hebben ondernomen en de verwachtingen ter zake hebben bijgesteld. Goed, eventjes toch inhoudelijk op enkele punten, voorzitter. Anders wordt het een verwarrend verhaal. Wethouder nou zegt ook, ja, waarom
maakt u nog opmerkingen over herrichting richting dorpsplan. Waarom? Omdat we toen bij de besluitvorming ook opmerkingen over hebben gemaakt. Toen gezegd hebben, daarom vind ik het eigenlijk jammer dat we het plan vandaag niet hebben kunnen behandelen. Van mensen, ja, moet dat nou wel? Moet dat zoveel zijn? Mogen we kritisch zijn als we weinig geld hebben en het kost veel om ons enige luxe te kunnen permitteren? Moeten we ons dan niet die luxe permitteren? Ik denk dat het dus goed recht is, zelfs plicht is, om dan, wanneer je vindt dat het zo is, om daar terug te komen, daar kritisch naar te kijken. Maar dat ontneemt u het. BTW-verhaal. Nee, dat is toch niet waar? Dat wordt u ontnomen dan, die opmerking? Wat wordt u ontnomen dan? Waarom dan de opmerking, de opmerking van de wethouder, waar wij daar weer op terugkomen? Waarom die sneer? Nee, dat wordt niet ontnomen. U bent, het, nogmaals, dus in het verlengde wat ik zojuist zei. Dus, en dat is steeds, en dat is overigens voorbeelden, bewijzen dat ook. Steeds zegt het college, fractie van der Zanden, kom erbij, wij willen u mede verantwoordelijk maken voor het hele verhaal. Goed. En dan bent u dat ook, en dan zijn wij dat ook. En dan doen we dat, en dan... Nee, en dan zegt u vervolgens, ja, college, doet het zo verkeerd. U zit, we zitten er toch allemaal bij? We zitten, wethouder, in oude gebruik ook, of u de woorden van afkeren, afkeer van u blijft. Nou, ik denk niet dat we het zo weergegeven hebben. We hebben terecht forse kritiek geleverd op het financiële beleid. Waarom? Waarom? Omdat we gewoon vinden dat we, ondanks forse verhogingen die de burger op zich gehad heeft, ondanks die forse verhogingen, we toch geen ruimte hebben meer om te investeren. Terwijl we dat eerst wel hadden. Nou, potverteren wil ik dat eigenlijk natuurlijk niet noemen, maar het tekent toch dat er duidelijk iets meer aan de hand is. En dan zegt u natuurlijk niet ten onrechte van we krijgen dan wat meer geld van de overheid, maar we moeten er beschikkelijk veel meer voor doen. Ja, maar als u dat zegt... betekent dus dat elke gemeente straks geen ruimte heeft meer om te investeren. Nou, wij ervaren dat. Kijk maar naar de buurgemeente, daar staat de bol van. Ik zeg hier toch maar goed, maar dat zou ook niet betekenen overigens. Denk ik heb bezwaar tegen uw suggestie dat wij iets verbergen en dat we ergens op een of andere manier geld. Ja, u zegt dat, want het is niet helder. U bent pot verteren en u houdt iets achter. Hoe kan het, u zegt, hoe kan het dat er geen ruimte is meer voor investeringen? U bent op enige wijze bent u aan het potverteren, dat is wat ik u hoor zeggen. Nee, ik zeg, ik wil het woord potverteren niet gebruiken. Dat zei u toch? Dat zei ik, ja, dat ik het woord niet wil gebruiken. Dat heb ik gezegd. Dat ik het niet wil gebruiken? Dat ik het niet wil gebruiken. Dus moet je dat niet doen. Goed. Maar wij ervaren, voorzitter, dan toch dat er inderdaad, laat ik zo zeggen, dat wij ons kritisch opstellen bij dat financiële beleid. En ik denk dat we daar dan ook wel reden voor hebben. Maar noem dat dan eens. Ja, waarom? Waar gaat het dan over? Waarom? Dat betekent dus dat we ondanks dat we voorheen, ik denk toch redelijk florerende gemeente waren, thans moeten constateren dat het in versneld tempo minder wordt. En het antwoord van het college is, om daar niet in, maar om toch maar wel in herhalingen te vervallen, het is een wonder dat pas nu, op dit moment, en niet al jaren eerder, een bepaalde vorm van lastenverzwaring voor de burger. Overigens over de hele linie in het hele land bij wat gemeenten betreft. Wij hebben dat intern opgelost. Maar wel zeer verantwoord ten aanzien van exploitatie van voorziening en instandhouding ervan voor de verdere termijn. En nu komt dat, het komt onvermijdelijk een keer. Alleen we zijn in staat geweest om dat heel lang intern met name door een forse inkrimping van het ambtelijk apparaat, daar hebben we ook gezamenlijke consequenties voor gedragen, dat weten we allemaal. Daar zit het opvangen van de gaten die zijn gekomen door een wijziging van het gemeentefondsuitkering enzovoort. Overigens bent u tot op dit moment nog steeds niet in staat concreet aan te geven waar uw opvatting, zeg het nou dan kunnen we er iets mee, maar dat doet u niet. Naar waar uw opvatting dan een onverantwoorde wijze en of op een andere wijze naar uw opvatting een financiële beleid zou dienen te worden. Dat niet aan. We hebben bij herhaalde maal in de vorige beschouwing gezegd, voorzitter, dat wij een andere verdeling van de gelden zouden doen, zodat de lasten van de burger minder zou worden. Ja, we hebben bij herhaalde maal bij de investeringen onze vraagtekens gezet of we die investeringen zouden kunnen permitteren. Welke? Onder andere het laatste nog bij 30 kilometer plan. Hebben wij ons vraagteken gezet. Mensen, inderdaad, de situatie is niet ideaal, maar kunnen wij ons permitteren dat wij daar die plannen gaan ontwikkelen? Alleen al de plannen gaan ontwikkelen. En uitvoeren denken wij zeker niet. U bevestigt dat.
dat er geen geld is voor het uitvoeren van de plannen. Dat staat er die ontwikkeld zijn. Nou, maar het komt er ook neer de komende jaren. En zo hebben wij bij herhaalde malen voor. Ja, maar u had weer dingen doen. Het triolering buitengebied, toen dat er aan orde kwam, toen hebben wij toch al meteen gezegd, mensen, dit is toch een onhoudbare zaak. Zelfs in het regeren of in het overleg over het regeerakkoord, wat er tegen besproken is met de beide andere fracties, is dat aan de orde geweest. Ja, wat wilt u daar nog mee zeggen dan? Hebben wij bij herhaal duidelijk gemaakt dat het gewoon een zaak was die niet betaald kon worden. Ondanks dat wij dikwijls kritiek gehad hadden, zijn er toch bepaalde zaken geïnvesteerd waarvan wij vonden dat ze onverantwoord waren. Op dat moment dat er andere keuzes gemaakt hadden moeten worden. Welke investeringen hebben een onevenredige lastenverzwaring voor de S-burgers opgeleverd? Kunt u dat aangeven? Nee, op dit moment kan ik dat niet. Nee, nou, precies. En even terug te komen op de riolering buitengebied. Daar komen wij nog met een voorstel bij. Weten dat het ontiegelijk moeilijk zou zijn. In het jaar 2005, als de mensen die er wonen niet meer mogen lozen op het oppervlaktewater, zullen wij toch degene zijn die de voorstellen aan moeten dragen. En als ze voorstellen aandragen, dan kunnen jullie daar je visie op geven. En daar komen wij misschien nog wel uit. Meneer Verbrugge, we hebben u fors geïnterpreteerd, u kunt dat eigenlijk begrijpen. Inderdaad. Maar mag, ik zou toch nu voluit de gelegenheid willen geven verder te reageren. Ja, maar als ik interpreteer, voorzitter, is mijn verhaal eigenlijk niet meer zo erg lang. Maar u nodigt ons uit, u dwong ons eigenlijk toch een reactie te geven over investeringen, over het meerjaren investeringsplan. Want er is geen ruimte om te investeren en er was een verlanglijst in. Voorzitter, dan wanneer je geen geld hebt en je wilt toch investeren, dan kun je daar proberen twee manieren voor te verzinnen. De ene manier is een herschikking van de genomen besluiten te bewerkstelligen. Waarbij wij ons afvragen of we een discussie ouderend zouden kunnen gaan of we dan wel de verplaatsing van de langdeelschuur uit moeten stellen. Want dat ding is per slotvereniging op te slaan. Ten voordele van het nut van het opknappen van de afwerking van de Willy Bordes en de Antoniusweg. Andere manier, voorzitter, zou kunnen zijn dat we op een andere manier proberen gaan middelen voor te krijgen waarbij een opmerking die gemaakt is van samenwerking. Nee, verkoop van bossen natuurlijk ook nog zou kunnen betekenen. Verkoop van de gemeente loodsen, verkoop van het bestaande raadhuis, dan wel gemeentehuis. Kortom, voorzitter, daar zou een discussie waar u op doelde over gevoerd kunnen worden. Tweede punt. Een tweede mogelijkheid, voorzitter, die herziening zou kunnen betekenen, is het sportcomplex. Onlangs hebben wij besluit genomen tot aankoop van 5000 vierkante meter ten behoeve van 1000 vierkante meter van de handbalvereniging en is er besloten om uitbreiding van het tenniscomplex te bewerkstelligen. Wij denken dat met de laatste aankoop, mogelijkerwijs de eerste aankoop, dan wanneer dat er nog kan, ondergedaan gemaakt kan worden. Wanneer wij een herrangschikking van bepaalde functies van het sportveldencomplex bewerkstelligen, dan zou dat betekenen dat de aankoop van de grond voor uitbreiding van het tennisveld niet noodzakelijk is en die binnen het sportveldencomplex zoals het nu ligt gerealiseerd zou kunnen worden. Dat voor zich betreffende de meerjaren investeringen. Even aan het laatste, wilt u dat nog even duidelijk maken wat u daar voorstelt? Van de 5000 vierkante meter die we aangekocht hebben voor de handboog, is 1000 meter nodig, 4000 meter blijft over. Ja. Van die 4000 meter kun je andere zaken opzetten. Kun je bijvoorbeeld een parkeerterrein opmaken. Dan kun je van daaruit een verbinding maken met het tenniscomplex. Zodat je op het huidige parkeerterrein van het tenniscomplex twee banen aan kunt leggen. Waar denk ik de tennisvereniging heel blij mee zou zijn, dat ze dan aansluiten tegen aan het bestaande veld. Mits een en ander nog realiseerbaar is, of er geen aankopen gedaan zijn, voorzitter. Dit snap ik even niet. Goed, ja, ik snap. Ja, gaat u verder. Voorzitter, onze opmerking over de onduidelijkheid in de begroting. Ja, u zegt natuurlijk niet helemaal ten onrechte van iets hoger dan jullie aangaven 922. Stond 921 en stond het. Dat hadden wij natuurlijk ook gezien. We hebben op die manier toch even uiting geven aan wat wij vonden. De wijze waarop de eerste begroting, de tweede begroting. En de fouten daarin toch door ons ervaren waren. Verwarrend, voorzitter, maar dat wat er nu gecorrigeerd waren ook
de genoemde percentages van de huursportaccommodaties en de reinigingsrechten, maar er is een correctie doorgevoerd waarbij wij ons afvragen waarom de sportvelden, de verhoging van de huur van de sportvelden maar 4,5% hoeft te zijn. En waarom die geen gelijke tred houden met de andere verhoging. Voorzitter, ik denk dat ik het hier eventjes bij laat. Meneer Tommerzand, u had ook een behoefte aan een tweede termijn? Nou, ik heb u geen behoefte om verder op ingaan, aan de meeste punten en behandelen. Dan is het woord nu aan de heer Van Gerwen, de heer Leeners. Dank u wel. Dank u wel. De wethouder. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had toch even de hoop, in het begin van de betoog van meneer Verbrugge, dat hij aan zou geven waarin hij aangaf dat de fractie inderdaad doet alsof. En aan zou gaan geven waarom. En dat we er dan vervolgens ook uit zouden kunnen komen. Als enige reden werd aangevoerd dat het vooral te maken heeft met de achterstand in informatie die de fractie van de Zanden voelt als het gaat over collegebeleid en raadsbeleid. U hebt daar, voorzitter, zelf op geantwoord hoe dat het college daar tegenaan kijkt. Als de heer Verbrugge ingaat op het financiële beleid van de gemeente en zegt wij hebben altijd al gepleit voor geen forse verhogingen. U hebt de burgers de laatste jaar toch een aantal zeer forse verhogingen laten betalen. Dan stel ik hierover toch dat we daarbij een tweesporenbeleid hebben gevoerd. Op de eerste plaats het spoor van het profijtbeginsel, dat degene betaalt die ergens gebruik van maakt. Ik denk bijvoorbeeld aan de afvalverwerkingsdienst. Ik denk bijvoorbeeld ook aan leesverordeningen, etc. Aan de andere kant hebben we ons wat belastingverhoging, en dan praat ik met name over de OZB, toen de tijd de onroerend goedbelasting, tamelijk terughoudend opgesteld, omdat we telkenmalen slechts uitgegaan zijn van trendmatige verhoging. De voorzitter heeft u al aangegeven dat het college verwonderd heeft dat we dat zo lang vol hebben kunnen houden. Misschien een verklaring ook van waarom dat we dat ook in 93 en 94 vol hebben kunnen houden. Omdat we toen die domme fout maakten om twee keer 140.000 gulden te tellen als inkomsten waarvan we maar de helft hadden. Dus waarschijnlijk zouden we anders al in 93 en 94 toch met een verhoging meer dan trendmatig van de onroerend zakenbelasting en dan had de zaak in ieder geval in het perspectief bediscussieerd kunnen worden waar ze in thuis hoort. De heer Verbrugge zegt, u zou de financiële middelen anders in hebben kunnen zetten, de investeringen anders hebben kunnen doen, dan zou u de lasten bij de burgers lager hebben kunnen houden. Ik herinner mij dat we daar de vorige begrotingsbehandeling, dus de begroting 94, een forse discussie met elkaar over gehad hebben, dat A, het college met name geïnvesteerd heeft vanuit de reserves. Kun je eenmalig doen. Je kunt die reserves eigenlijk niet inzetten voor lastenverlaging van burgers, want dat betekent uitstel van executie. Want op het moment dat je reserves inzet, dan ben je de burgers toch een beetje voor de gek aan het houden en moet je later met een aantal flinke klappen de achterstand die je opgelopen hebt structureel weer ingehalen bij de burgers. Op dit moment, vandaag, zijn we aangeland bij het feit dat we de OZB meer dan trendmatig moeten verhogen. Daar komen we straks bij agenda punt 15 over te praten, over te spreken. Meer dan trendmatig, 7%. Als we zien dat we eigenlijk een achterstand van 140.000 gulden in te lopen hebben, dan valt dat nogal mee. U praat over, zou het niet zinnig zijn om heroverweging te doen in het kader van de meerjareninvesteringen die wij in het verleden gedaan hebben, die dus ook weer gaan over met name inzet van vrij besteedbare reserves. U pleit voor het omwisselen van de langsdeelschuur tegen Willy Broilersweg, Sint-Antoniusweg in het plan achter de kerk. U weet dat de langsdeelschuur niet zomaar een schuur is die wil verplaatsen omdat die zo mooi is, maar dat die ook uitstekend past in het recreatieve verhaal wat in het gebied speelt. U weet dat met name ook vanuit het nubbel dat onderschreven wordt,
Het college vindt in ieder geval dat omswitchen, dat het geen goede zaak zou zijn. Verkoop gemeente-eigendom noemt u. Er was een fractie samenwerking 90 dat genoemd heeft. Zou dat wellicht iets opleveren? Moet u van tevoren al weer opmerken dat het dan ook weer gaat om eenmalige zaken die je met zo'n opbrengst kunt doen. Lost dus structureel voor de begroting niks op. En op de tweede plaats moet ik ook zeggen dat met name de provincie met niet één, maar twee argwanende ogen zal gaan kijken naar S op het moment dat wij gemeente-eigendommen onroerende zaken kan verkopen. Daar zullen we dus een zeer duidelijk doel bij moeten noemen. Een doel dat past bij het eigendom wat we eigenlijk verkopen. Ik kan een voorbeeld noemen. Helvoort is er in de tijd in geslaagd om een aantal bossen te verkopen aan natuurmonumenten. Met daaraan gekoppeld dat de opbrengst van die verkoop besteed zou worden aan aanplant en onderhoud, achterstallig onderhoud ook van het groen van de Helvoortse gemeente. Het groen, het achterstallige onderhoud zoals het opgenomen was in het meierijplan. Dus ik verwacht eerlijk gezegd eigenlijk niet veel van operaties als verkoop van gemeentelijke eigendommen. Zo dicht bij een gemeentelijke herindeling krijgen we daar waarschijnlijk geen toestemming voor. Dan uw suggesties over sportcomplex. Natuurlijk zijn alle opmerkingen die naar gaande zijn van harte welkom. Wij zullen ons best buigen over hoe kan een en ander nu ook met de komst wellicht van de handbalvereniging ingepast worden. Ja, herschikking binnen dat terrein, dan denk ik eigenlijk alleen aan herschikking op het aan te kopen terrein voor de handboog. Uw suggestie van men zou bijvoorbeeld dan de aankoop van de gronden van het aanpalende tuindersbedrijf niet door kunnen laten gaan, dan moet ik u jammer genoeg zeggen dat wij met goedkeuring van uw raad ondertussen al een schriftelijke overeenkomst hebben met Timmermans en een mondelinge overeenkomst hebben met de tennis. En ik denk niet dat het zo'n goede zaak zou zijn als we die zaken zouden overbreken. Als daar dan mee een haalbare zaak gediend was, u noemt bijvoorbeeld de parkeerplaats bij de tennisgebruik om tennisbanen aan te leggen. Ja, ik denk dat we daar nog veel duurder uit zijn, want parkeerplaatsen aanleggen, nutsvoorzieningen die daar liggen verwijderen en op een nieuwe plek leggen, denk ik dat veel meer gaat kosten dan de operatie die we nu voor ons hebben. Ik dacht dat ik daarmee in ieder geval de concrete vragen beantwoord had. Met van mijn kant toch, fractie van de Zanden, als u inderdaad gedaan hebt alsof, als u vindt dat u meer informatie nodig hebt, als u vindt dat het beter kan vanuit de kant van het college of vanuit de kant van de wethouder, dan wil ik alsnog vandaag het aanbod doen om dus zand te gooien over al dat andere wat gezegd is. En vanaf vandaag, het laatste jaar wat we te gaan hebben, gezamenlijk op te trekken en open en eerlijk met elkaar om te gaan in het belang van S. Ik wil u daar nog graag gelegenheid geven om te reageren. Voorzitter, eigenlijk zou het vandaag een feestdag moeten zijn voor S en de S gemeenteraad. Ik denk dat we zo ook maar moeten besluiten. Terecht merkt de heer Van Gerven op dat inderdaad wij als fractie, ook dus met uw steun, waarvoor nog dank, toch toen de tijd de aanzet gegeven hebben die geleid hebben tot het initiatief dat wij zelf om opheffing van onze gemeente vroegen en aansluiting zochten bij de gemeente SMH. Maar nou, vervelende opmerking maken, toen het besluit van de raad was, stemde u weer tegen, weet u dat? Nee, op een andere onderdeel. Maar het feit dat u het nog zo weet, ja, was in de later stadium. Ja, het initiatief was genomen en heeft geleid tot die zelfstandigheid. De woorden van mijn wethouder, nou, zullen wij te harte nemen. En natuurlijk ook een beetje bekentenis liggen in de woorden van wethouder Den Oude. Wij hebben, nadat wij aanvankelijk in onze beschouwing aangegeven hadden, voorzitter, dat wij tegen de begroting zouden stemmen, toch een heroverweging gemaakt. Dat heb je kunnen zien, dat wij niet tegen de begroting stemmen alleen. Dat wij toch een bezwaar richting de verhoging van, zoals het al vele jaren hebben, richting de verhoging van de diverse belastingen, toch zullen handhaven. Dat wij tegen de subsidies blijven stemmen, dat zal ook duidelijk zijn, omdat die onderdeel maakt uitmaken van die begroting. En wij daar in de vorige raadsvergadering al
tegengestemd. Tot zover. Mag ik ook nog, want de heer Van der Zanden noemde straks ook de bestemmingsplannen. Dat is een opmerking die we genotuleerd zouden hebben zien. Zeggen die bestemmingsplannen u dan zou... Ik heb niet gezegd dat ik tegen de bestemmingsplannen gezegd. Ik heb gezegd dat ik tegen de financiële handelswijze van de bestemmingsplannen ben. Zo werd het gezegd. Ja, goed. Daar zijn we letterlijk horen. De financiële handelswijze betreffen de bestemmingsplannen. Ik heb niet gezegd dat ik tegen de plannen zou. Daar bedoel ik mee onder andere. Onnodig uitgeven, vind ik dan, een adviseurs, dat rapport bijstellen, dat rapport bijstellen, en dat bedoel ik mee. Bedoel ik ook mee als je op een gegeven moment het met. Ja, wilt u nou een derde termijn? Ik dacht dat meneer Verbrugge zijn slot een antwoord had, maar ik wil er niet af kan maar dat bedoel ik mee. Ik heb niet tegen bestemmingsplannen. Als zodanig. Ik stem er niet tegen. Dus die zijn goed. Die zijn goed, ja. Prima. Goed. Nou, dan. Ik moet nog even rondkijken voor mij of er nog behoefte is aan de laatste reactie van de andere fracties. Dan kan ik wat even niet anders doen dan opmerken dat we toch op dit keer weer. En daar hebben we ons dan ook in de voorbereiding streng. Maar hoewel dat wat met hoort en stoot is gegaan, waar we voldoende. We hebben aangegeven dat het college het daar volledig verantwoordelijk acht voor de wijze van presentatie van de eerste en deze begroting. Die voor ons wat ons betreft wel volstrekt helder en duidelijk en inzichtelijk is. En een goed beeld geeft en een vertrouwd beeld geeft van de zaken die we het komende jaar met alle beperkingen zullen aanpakken. Ik ben dan ook wel blij dat de fractie van Zander met de aantekening daarbij, dat moet ik voor zorgvuldigheidshalve opmerken, ook achter de vaststelling van deze begroting staan. Ik vind dat een positief gebaar en dat is wat mij betreft en daarmee op het college en de nauwe zij dat ook duidelijk ook vertrouwen omdat het laatste jaar zij aan zij en met de nodige inspanning, want die zullen we ons echt nog moeten getroosten, dat samenvoegingsproces tot een heel goed einde te brengen. En voor u, en dat is dan, mag ik dan als onafhankelijk voorzitter van de raad zeggen, dat u toe ook heel veel succes toe wensen bij uw voorbereiding om ook straks de extra belangen in die nieuwe gemeenteraad ten volle tot wasdom te laten komen. Dan wens ik u, en dat is denk ik ook nu een goede gelegenheid, u daar heel veel succes bij. Dan ga ik over tot besluitvorming. De beraadslagingen worden graag vanuit, neem ik aan, kan ik concluderen dat de voltallige raad akkoord gaat met de vaststelling van de begroting van 1995 met de aantekening dat de fractie van de Zanden opmerkingen maakt met betrekking tot de tarieven en de subsidies. En dat met die aantekening de begroting van 1995 wordt vastgesteld. Hartelijk gefeliciteerd. De voorstel tot wijziging agenda punt 15 van de diverse gemeentelijke belastingverordeningen en tarieven. Is er nog behoefte aan opmerkingen op toelichting van de wethouder? Ik denk dat de meeste raadsleden toch tot een verbazing een wijziging van het voorstel zoals het bij de agenda uitgegaan was, voor zich hebben gevonden op tafel. Ook het college heeft in de tijd toen ze het voorstel tot vaststelling van tarieven toch een aantal keren achter de oren gekrapt over met name de hoogte van de stijging van de reinigingsrechten en heeft een en andermaal zich afgevraagd, klopt dit verhaal? Ook aan de betrokken ambtenaren vraagt weken dit na, zit hier alles in feite in. Het bedrag lijkt ons ontzettend hoog om 100% dekking te komen. En andermaal, voorzitter, blijkt dat we nu dus niet een dubbeltelling hebben gedaan, maar dat we een halve telling hadden gedaan. En voortkomend uit het feit dat we in 1994 de kosten en de dekking van die kosten voor de reinigingsrechten op een tweetal plaatsen en soms nog op andere plaatsen van de begroting te vinden was, waardoor een gedeelte van die dekking, een groot deel van die dekking en een groot deel van de kosten in feite niet meegenomen is, dat de eindbedragen in de begroting 94 en 95 wel klopten, waardoor er een groot gat zat tussen kosten en dekking, waar dus een belastingtarief
verhoging van 27,5% uitkwam. Nu blijkt, gelukkig voor ons allemaal, dat om totaalkostendekkend te zijn in de gemeentereiniging, het tarief verhoogd moet worden met 9,52%. Dat betekent 5% tariefverhoging om de 100% te halen in feite die we, want vorig jaar zaten we op een dekking van 95%. 5% erbij, wat 100, dat had ons al voorgenomen. En 4,5% trendmatig, 4,52% trendmatig om de loon- en prijskostenontwikkeling te volgen. Daarmee is dus het hele reinigingsverhaal, zoals dat in de laatste jaren is opgebouwd, kostendekkend, wordt dus het profijtbeginsel volledig toegepast. Ik mag daar toch, denk ik, met enige gepaste trots richting uw raad melden dat waar wij bijvoorbeeld in 1991 nog koploper vervuiler waren in de stadsgewest, betekent koploper in het aantal te leveren kilo's, te storten kilo's afval op de Vlagheide, wij ondertussen koploper, scheiding van restafval en waardevolle componenten zijn, nergens in de stadsgewest, bij die één gemeente, wordt 286 kilogram per inwoner gescheiden aangeleverd als waardevolle componenten. Essen scoort het hoogste wat betreft het aanbod van het GFT, scoort veruit het hoogste wat betreft het aanbod van het oud papier, scoort goed op de overige componenten, alleen het aanbod van glas. Dat is aan de lage kant, wellicht verklaarbaar omdat toch veel mensen buiten dorpse boodschappen doen en de gewoonte hebben flessen en zo dan ook op die plek bij die winkel in te leggen. Ik heb er toch even naar gerekend, als wij op dit moment op dezelfde wijze ons afval aan zouden leveren als in 1991, dan zouden we 910 ton afval naar de Vlagheide brengen tegen 110 gulden per ton. Dat zou kosten een dikke ton in guldens, dus 100.100 gulden. Nu op dit moment veel GFT inzamelen, het GFT-tarief gaat voor het eerst in 1995 verschillen met het tarief van het te storten afval, er zit een 20 gulden verschil in. Nu we deze scheiding hebben, komen die totale kosten voor het storten van afval op zo'n 69.000, 70.000 gulden, dus een winst toch van 30.000 gulden. Dat is een positief resultaat in de portemonnee, dat is ook milieuwinst. Daarmee is dan niet gezegd dat de burger daarmee ook minder gaat betalen, want u weet dat we al toen we het gescheiden afval inzamelen opstarten hier, dat we steeds gezegd hebben, het zal minder meer zijn. Als ik u noem dat als straks restafval naar de verbrandingsoven moet, en dat we dan 280 gulden per ton moeten gaan betalen, dan zit er natuurlijk nog steeds een stijging van de afval, van de reinigingsrechten in. Alleen, als je je zaak goed geordend hebt, en wij vinden dat we dat op dit moment in S qua huisvuilinzameling en inzameling van waardevolle componenten, dat we dat ook goed op orde hebben, dan zal men minder meer gaan betalen, dus eigenlijk toch geld verdienen. Ten aanzien van de verhoging van de OZB, voorzitter, ik heb straks bij de begrotingsbehandeling al geschetst waarom wij nu moeten komen met een meer dan trendmatige verhoging, als we de 140.000 gulden in de tijd in 93 en 94 niet als inkomsten hadden geteld, zouden we toen waarschijnlijk al een meer dan trendmatige verhoging hebben moeten doen. Dat als toelichting op het voorstel. Wie van u heeft een opmerkingen ten aanzien van dit ongekende punt? Niet meer. Niet meer? Ik kan al vermoeden dat de vraag in die richting minder meer is. Ja, dat is net onze opmerking. Ja, welke wat dat betreft. U stemt tegen dit voorstel. Ja, dat is belangrijk is om dit verhaal op een of andere manier richting burgers te sluiten. Ondanks het feit dat het een verhoging is, toch een positief resultaat.
zullen dit uitwerken en proberen toch in heldere, eenvoudige bewoordingen de achterliggende gedachten en het financiële beleid wat ten grondslag ligt aan deze tariefstructuur op een helder, inzichtelijke wijze uiteen te zetten en ook voor de toekomst aan te geven wat dat voor uiteindelijke voordelen met zich meebrengt. Want hier is natuurlijk sprake van de kost gaat voor de baan uit. Ja? En dan maken we graag gebruik van Roes op de kabelkrant. Dan wordt het voorstel aangenomen waarbij wordt aangetekend dat de fractie van de Zanden tegenstemt. Agenda punt 16 heb ik, en ik vond het ook juist, dat bij de mededeling behandeld, gelet op de activiteit van het onderwerp, de gemeentelijke mededeling. Dan is er nog, dat moet ik goed in mijn stuk kijken, een aanvullend voorstel, een nagekomen agendapunt, om de heer Van Roesel ter vervanging van de heer Witloks te benoemen in een aantal bestuurscommissies, zoals daar zijn de Stichting Gemeenschap S, het bijzonder georganiseerd overleg voor de gemeentelijke herindeling halen. Wat zei je gisteren ook weer? Zijn we gisteren ook weer? S, Hees en Helvoort. En de gemeenschappelijke regio technisch dienst. Ik neem aan dat de heer Roesel hier over een agenda over overleg zou doen en dat hij met vol enthousiasme de gemeente in deze verschillende gremia zou willen vertegenwoordigen en dat daar geen bezwaar bestaat bij de overige leden van de raad. Laat staat het collega. De heer Van Gerven, meneer Woord, het is geen bezwaar. Het is wel zo dat het betekent, zowel als we de heer Roesel benoemen in deze functie, dat in ieder geval wat het BGO betreft, de plaatsvervanger ook een fractiegenoot van hem is. En dat denk ik zelf, als de raad daar geen bezwaar tegen heeft, dan heb ik daar geen moeite mee. Heeft de raad er wel bezwaar tegen. En heeft u er ook moeite mee? Daar heb ik wel moeite mee, omdat ik telkens de plaatsvervanger functie niet beschikken. Als ik de raadsleden aan schouw sta, zit niemand te kopen over wat er nodig is. Dan is daar mee. Ik geef u voor de laatste maal dit jaar de gelegenheid gebruik te maken van de traditionele rondvraag. Helene. Ik had het al herinnerd. Meneer Van Burger. Nee, wel lekker. Meneer Van der Zanden. Meneer Boersom. Nee, wel lekker hier. Dank u wel. Goed, van deze zijde ook, heeft u dan toch van deze plaats en ook in de richting van al diegenen, want ook waar de camera draait, is het altijd een levendige en duidelijke discussie. Ik hoop dat we ook weer dit jaar hebben bijgedragen aan het adequaat besturen van deze gemeente. Mag ik u ook alvast vanaf deze plaats prettige kerstdagen toe wensen. En laat ik zeggen, solidair en zeer initiatiefvol en creatief nieuwjaar voor u en de u. Mag ik uw aandacht voor het slotgebed? God, wij danken u naar deze arbeid en bidden u dat gij ons werk wilt doen gedijen en strekken tot heil van onze gemeente, waarvan de belangen en onze zorgen zijn toevertrouwd. Mogen je vrede en welvaart heersen. Ik sluit de vergadering. Ja,